Welkom allemaal. Goedemiddag. Mijn naam is Maria de Jong. Ik ben verpleegkundig specialist hier in het AMC van het locatie AMC Amsterdam UMC. En ik heb de eer om u welkom te heten op de IBD Patiëntendag editie 2021. Dit is een hele speciale editie, want het is dus een online editie. Dat heeft natuurlijk te maken met het coronavirus. En hopelijk zien we jullie volgend jaar weer live op deze locatie. Het is ook een speciale editie omdat er ongeveer 3 jaar geleden 2 academische ziekenhuizen hier in Amsterdam zijn samengevoegd, te weten het AMC en het VU. En samen heten wij nu het Amsterdam UMC. In het bijzonder heet ik daarom ook de VU-patiënten welkom, want zij komen nu ook op deze locatie. Uiteraard hoop ik ook dat er ook patiënten aanwezig zijn die niet bij ons onder behandeling zijn en een mooie informatieve avond tegemoet gaan. Ik wil nog even melden dat deze opname wordt opgenomen ook, dus u kunt hem ook nog later terugkijken op de website. Bij een nieuwe organisatie, omdat we samen zijn gevoegd, hoort natuurlijk ook een mooi nieuw logo. En we hebben een logo gemaakt dat gebaseerd is op dit kunstwerk. En dit kunstwerk is weer gemaakt samen met een IBD-patiënt, een patiënt met de ziekte van Crohn. En het kunstwerk heet Binnengevecht, waarbij eigenlijk de onzichtbare ziekte, wat het toch ook wel is, zichtbaar wordt gemaakt. En hiernaast ziet u ons nieuwe logo van het IBD-centrum Amsterdam. Voordat we verder gaan met het programma, zal in de volgende video de staf van deze afdeling zich even aan u voorstellen. Hallo, mijn naam is Geert Daans. Mijn naam is Cyril Potjoen. Ik, Nonne de Boer. Mijn naam is Christina Gentza. Mijn naam is Mark Leuvenberg. Mijn naam is Joep Broodjansen. Mijn naam is Wouter de Jonge. Mijn naam is Petra Waaienberg. Ik ben Maria de Jong. Ik ben Suzanne Stolten. Ik ben Jacqueline Zwager. Mijn naam is Bart Muskens. Ik ben Nicole Berkers. Mijn naam is Christiane Buskens. Mijn naam is Lopes. Ja, ik ben Willem Heelman. Welkom terug. Graag neem ik in de volgende dia's u even mee in hoe wij hier op locatie AMC zijn georganiseerd. Ik zal u daarvoor nog een overzicht geven. Waarbij we kijken naar wie is hierbij betrokken bij de zorg, waar gaat het dan over en waar vindt dit allemaal plaats. En dat ziet u eigenlijk in dit overzicht en ik neem u kort even mee, voor zover dat nog niet voor u bekend is. Nou, waar gaat het nou om? Het gaat natuurlijk om u als patiënt of uw partner of geliefde om u heen. Daar draait eigenlijk alles omheen. Daar zijn natuurlijk vele mensen bij betrokken, zoals u in dit rijtje kunt zien. En een aantal zal ik daar even uithalen die belangrijk zijn. Om te beginnen natuurlijk de artsen. Veelal bent u onder behandeling van een maag-darm-leverarts. Maar er zijn natuurlijk ook vaak chirurgen bij betrokken. En omdat we een opleidingsziekenhuis zijn, ook veel maag-darm-leverartsen in opleiding. Ook wel AIOS genoemd. En heel veel artsonderzoekers waar u mee te maken kunt krijgen. Daarover wordt later nog meer verteld. We hebben natuurlijk ook verpleegkundigen. Zo bestaat er de IBD-verpleegkundigen. Niet alleen in het AMC en de VU, maar ook in vele andere grote centra zijn er tegenwoordig veel IBD-verpleegkundigen werkzaam. Maar ook IBD-verpleegkundig specialisten. Wat is nou het verschil tussen die twee? Nou, eigenlijk staat de verpleegkundig specialist een beetje tussen de IBD-verpleegkundige en de arts. Men is verpleegkundige, maar men mag taken van de arts overnemen, zoals een behandeling inzetten, medicatie voorschrijven en meer van dat soort zaken. Nou, mocht u natuurlijk een kijkonderzoek hebben van de darm op de endoscopieafdeling, zijn daar endoscopieverpleegkundigen aanwezig. En als u een stoma heeft of daar misschien mee te maken krijgt, komt ook de stomaverpleegkundige bij de behandeling. Nou, en dit wordt allemaal ondersteund door het secretariaat, die alles achter de schermen voor u regelt, zoals alle afspraken met de betrokken medewerkers. Nou, heel belangrijk natuurlijk ook nog de diëtist. Er zijn al veel vragen over wat je nou het beste kan eten. Maatschappelijk werk en de psycholoog, want ja, het valt niet altijd mee om met deze ziekte om te gaan. En wij werken ook nauw samen met de Crohn en Colitis NL Vereniging. Nou, waar heeft men nou zo mee te maken? Nou, daar is eigenlijk de tijd te kort voor om alles te benoemen. Maar het belangrijkste is natuurlijk kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat u als patiënt goed met deze ziekte kan leven. In ieder geval zo goed als mogelijk. En daar hopen wij u in te ondersteunen.
Nou, heel belangrijk natuurlijk, en daar wordt straks nog meer over verteld, is natuurlijk hoe die behandelingen dan uitziet. Dat kan natuurlijk zijn behandeling met medicijnen, maar het kan ook zijn dat hij geopereerd moet worden. En alternatieve geneeswijze heb ik even tussen aanhalingstekens gezet, want wij kunnen helaas vaak niet zo goed een advies geven wat hier nou wijsheid in is, omdat er gewoonweg nog vaak te weinig over bekend is. Maar we krijgen wel vaak deze vraag van patiënten en het is wel aan ons om u daar goed bij te begeleiden als u dit wenst te volgen. Nou, onderzoeken, u heeft als het goed is al vaak, of nou niet als het goed is, maar waarschijnlijk al vaak te maken gehad met onderzoeken. Zoals natuurlijk met endoscopie, maar het kan ook een CT-scan zijn, een MRI of een echo. En daar kom ik straks ook nog even op terug. EIM staat voor extra-intestinale manifestaties. Dat betekent dat er ook problemen kunnen zijn die buiten de darm spelen, maar wel een relatie hebben met de darmziekte. En zoals bijvoorbeeld gewrichtsklachten, wat nog best vaak voorkomt, bepaalde huidproblemen, oogproblemen of de leverziekte PSC. We hebben natuurlijk ook te maken met patiënten die eerst door de kinderarts worden behandeld tot 18 jaar en daarna overgaan naar de volwassen geneeskunde. En nog vele andere zaken zoals in dit rijtje en die er allemaal nog niet oppassen. Nou, waar vindt het allemaal plaats? Nou, voornamelijk natuurlijk in het ziekenhuis, maar ook de huisarts speelt ook een belangrijke rol in de zorg. Bijvoorbeeld als er andere problemen spelen die eigenlijk niet zoveel met uw darmziekte te maken hebben, verwijzen we toch vaak terug naar de huisarts, omdat die heel veel zelf kan. Of u kan verwijzen naar de juiste specialist, misschien in een ziekenhuis bij u in de buurt, of ook het Amsterdam UMC. En dit vind ik wel even een belangrijke, de polyklinieken die we hebben. Daar zou ik u graag even in mee willen nemen. U ziet als eerste MDL en chirurgie, want we hebben een gezamenlijke poly waar de maag-darm-levenarts en de chirurg samen de behandeling met u bepalen. Dus dat is een hele mooie samenwerking, ook belangrijk, zodat we allemaal op één lijn zitten. Dat geldt ook voor de reumatoloog, hè, als u gewrichtsklachten heeft. Er zijn veel medicijnen die bij beide specialismen voorkomen en dan kan er gekeken worden naar de juiste behandeling. Ook hebben we een fistelpoly. Voor als mensen een fistel hebben en daar problemen mee hebben, is dat samen met de chirurg en vaak ook de maag-darm-levenarts. Ook hebben we een preconceptie- en zwangerschapspoli. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld een kinderwens heeft en daar vragen over heeft, van kan dat, hoe zit dat met mijn medicatie, gewoon puur als informatie kunt u daar terecht. Maar ook als u uiteindelijk zwanger bent, begeleiden wij u daar heel nauw bij, samen met de maag-darm-levenarts. We hebben ook een speciale pouchpoli voor de mensen die een pouch hebben. Daar heeft ook een arts zich volledig in gespecialiseerd. Nou, de transitie, dat is de poli voor de kinderen die overgaan naar de volwassenzorg, want die zorg ziet er toch heel anders uit. Daar is toch ook wel echt tijd voor nodig en goede begeleiding. En als laatste de echo. Dat is niet de echo van bijvoorbeeld de lever, maar dat gaat echt om de darmecho's, waarbij we op de poli direct kunnen kijken hoe het er van binnen uitziet. En we vaak snel een plan kunnen maken. Dus ook daarvoor kunt u bij ons op de poli terecht. Het kan natuurlijk ook zijn dat u opgenomen moet worden, dat is dan op de maag-darm-levenafdeling of de chirurgie. Of voor de infuusbehandelingen die u krijgt. Dat is er op F5. En omdat we nu ook de VU-patiënten hier welkom mogen heten, maar dat niet allemaal op diezelfde afdeling paste, is er een nieuwe afdeling gemaakt en dat heet Q2. Dus daar vinden de infuusbehandelingen plaats. We hebben ook een trialbureau, eigenlijk het onderzoeksbureau. Als u bijvoorbeeld meedoet aan medicatie, nieuwe medicatie of alle andere behandelingen niet aanslaan. Ook daarover volgt later nog wat meer informatie. Maar daar zijn in ieder geval ook een onderzoeksarts en heel veel onderzoeksverpleegkundigen aanwezig die u volgen volgens een strak studieprotocol. Nou, kortom, een heleboel dingen die geregeld moeten worden. En ik kan me voorstellen dat u af en toe een beetje verdwaalt in deze ingewikkelde organisatie. En als dat het geval is, dan verzoek ik u om toch contact op te nemen met de verpleegkundige in uw eigen ziekenhuis. Of in dit geval bij ons. We zijn nu met 5 man sterk en we helpen u graag door deze organisatie heen. Nou, hoe komt u nou met ons in contact? Nou, met spoed uiteraard, als het leesbedreigd is, gewoon 112 bellen. Of met het ziekenhuis bellen en vragen naar de dienstdoende maag-darm-levenarts. Dit is gewoon het centrale nummer van het AMC. Bij semispoed, dus dingen die eigenlijk niet echt kunnen wachten, maar niet leesbedreigend zijn, kunt u het beste met de poli. Of tussen 10 en 11 kunt u direct op het inbelspreekuur komen van de verpleegkundig specialist.
Ik wil daar nog wel even bij zeggen dat het echt voor semi-spoedzaken is, zodat we u snel kunnen helpen. Voor dingen die wel nog even kunnen wachten en alle controleafspraken, herhaalrecepten, ook daarvoor kunt u bellen met de polymaagd- en levenziekte of contact opnemen met de verpleegkundig specialist. En u kunt ook communiceren via mijn dossier. Dat is nog steeds het meest veilige. Nou, hier nog kort even het overzicht van de nummers, ook terug te vinden op onze website. Die zal binnenkort ook vernieuwd worden. De polymaagd en lever. Ook via dat nummer kunt u via een keuzemenu doorgeschakeld worden. De verpleegkundig specialist, ook bereikbaar via de e-mail, maar bij voorkeur via mijn dossier. En dat geldt dus ook voor het digitale. En als u daar meer informatie over wil, dan kan u mailen naar onderstaand nummer. En u kunt natuurlijk altijd terecht op onze website. Voor zover onze gehele organisatie en dan geef ik graag het woord aan mijn collega professor Dr. Daens. Dank Maria voor dit geweldig overzicht van een complexe zorgverlening toch. Maar jullie slagen er toch in om de patiënten goed te verzorgen. Ik ben altijd verbaasd over hoe tevreden mensen zijn. Maar niet verbaasd, blijf verrast over hoe tevreden patiënten zijn, hoe snel ze worden geholpen door onze verpleegkundige specialisten. In dit deeltje ga ik het even hebben over hoe wij proberen zorg en onderzoek te verweven. En ik ga dat vandaag zelf doen en morgen wordt datzelfde praatje gegeven door mijn collega Dr. Gesche. UMC's hebben een bijzondere opdracht in Nederland. Ze moeten dus niet alleen zorgen voor complexe, zeldzame aandoeningen, maar ze moeten ook werken aan nieuwe behandelingen en die ontwikkelen. En ze moeten proberen het begrip van ziektemechanismen te verbeteren, zodat we nieuwe behandelingen kunnen ontwikkelen. En gelukkig hebben we hier in Amsterdam UMC een lange traditie in IBD-onderzoek. De eerste patiënt ter wereld bijvoorbeeld werd behandeld met infliximab door professor Van Deventer in het AMC nu 25 jaar geleden. Ja, we hebben wel wat troeven om vrij succesvol onderzoek te doen, namelijk dat we erg grote aantallen patiënten hebben en dat er 8 IBD-gespecialiseerde stafleden zijn die zich hebben toegelegd op alle uitzonderlijke en moeilijke ziektebeelden. Er is een uitstekende samenwerking, daar werd al naar verwezen, tussen de MDL-artsen en de chirurgen. En we hebben een eigen laboratorium. Het Tijdgat Lab voor Gastroenterologie is een gebouwtje naast het AMC waar 65 onderzoekers werken aan ziektemechanismen. En het ziekenhuis, en daar hebben we toch wel wat geluk mee. Het ziekenhuis erkent inflammatoire darmziekte als een belangrijk speerpunt en is dus bereid en blijft bereid daarin te investeren. Maar we hebben uiteraard belangrijke connecties met andere internationale centra en met de biotechnologische en de farma-industrie. Dus we proberen zorg en onderzoek te verweven. Hoe doen we dat? We proberen alle gegevens die we van patiënten verzamelen of die patiënten zelf aanleveren, systematisch op te slaan. Dus niet als tekst, maar werkelijk gecodeerd op basis van vinkjes. Duizenden vinkjes worden elke dag gebruikt daarvoor. En daarnaast proberen we materialen die van patiënten afkomstig zijn, uiteraard met hun goedkeuring systematisch op te slaan. En dat noemen we dan biobanking en daar komen we later nog op terug. Maar niet alleen hapjes uit de darm of bloed of ontlasting wordt opgeslagen, maar ook weefsel, operatieweefsel, wat de chirurgen dan in het laboratorium opslaan onder heel bijzondere omstandigheden, min 80 graden Celsius, om dan later daar onderzoek te kunnen opdoen. En opnieuw, dat gebeurt allemaal na uitleg en toestemming van de patiënten. Zo ziet zo'n biobank eruit. Dus miljoenen van die kleine buisjes waar dan een of andere code op staat. Nooit de naam van de patiënt, nooit de geboortedatum van de patiënt. En maar een computer kan dus terugvinden wanneer het sample is genomen, een biopt, een bloedstaal, en welke behandeling bijvoorbeeld de patiënt op dat ogenblik kreeg. Ja, door meer dan 70 onderzoeksprojecten die momenteel lopen in Amsterdam UMC IBD, is het dus redelijk waarschijnlijk dat een IBD-patiënt in Amsterdam UMC vroeg of laat wordt uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek. En om dat wat makkelijk te maken, hebben we nu wat wij noemen een
patiënteninformatie, een informed consent, ontwikkeld. En als het goed is, hebben de meesten van u dat met de post thuis gekregen, waar we eenmalig goedkeuring vragen voor het gebruik van uw gegevens. Niet van de materialen, enkel van de gegevens, hè, voor de onderzoekers. En wanneer u het goed vindt dat dat op een anonieme manier gebeurt, vragen wij u om het papier dat bijgevoegd was bij die documentatie terug te sturen naar het adres in de bijgeleverde enveloppen. En dat initiatief gaat navolging kennen in andere UMC's in Amsterdam, omdat het natuurlijk erg lastig is om telkens terug te keren om toestemming te vragen. Voor de biobank is er een bijkomende toestemming nodig. En voor de nieuwe behandelingen en die nieuwe medicijnen hebben, zoals al gezegd, een specifiek IBD trial bureau. Een trial is een prospectief onderzoek. Hier ziet u enkele mensen die werken op het trial bureau, onder andere dokter Remco van den Berg, Jitteke, Yuching. Driekwart van het trial bureau was ziek vandaag, geveld door het tweede COVID-vaccin wat ze gisteren hadden gekregen, maar we hebben toch nog 3 mensen gevonden die wilden poseren voor de foto. Onderzoek doen brengt veel uitdagingen met zich mee. Er zijn 8 investigators die allemaal researchprojecten coördineren. En dus patiënten worden soms uitgenodigd voor meerdere projecten tegelijkertijd. Dat proberen we te vermijden, want dat is niet altijd makkelijk en niet altijd aangenaam. En dus zoveel mogelijk doen we de dingen in samenwerking, ook met de chirurgen en met de perifere ziekenhuizen. In Amsterdam hebben we een netwerk, een IBD-netwerk Amsterdam, waar 8 ziekenhuizen in Noord-Holland aan deelnemen, maar ook in de rest van het land. En om je een voorbeeld te geven van een belangrijke studie die we hier hebben gedaan met omgevende ziekenhuizen, dat is de LYRIC-studie, waar patiënten met beperkte dunne darmziekte, met ziekte van Crohn, geloot werden voor medicijnen, infliximab, of een operatie, een resectie. En het is gebleken dat patiënten die de operatie hebben ondergaan, we kijken naar de levenskwaliteit over de duur van een jaar, patiënten die geopereerd waren hebben na een jaar zelfs een klein beetje betere levenskwaliteit dan patiënten die medicijnen hadden gekregen. Nu, dat is niet statistisch verschillend, maar dat heeft wel meegebracht dat nu in de hele wereld praktisch mensen met deze situatie toch een operatie krijgen voorgesteld. En reuzenprojecten zoals dit en andere kunnen dus maar slagen als je met vele andere mensen samenwerkt. Bijvoorbeeld Horizon is een organisatie die onze data analyseert, die enorm sterke computers heeft. Oxford kent u allemaal, daar is het COVID-vaccin ontworpen. Daar hebben we ook heel intensieve samenwerking mee. En om een voorbeeld te geven, dit is een bijzonder groot project, Amphibio, Amsterdam Fistula Biology, waar we elke individuele cel in en rond een fistel onderzoeken om te kijken welk soort signalen die cel nu afgeeft en hoe we kunnen proberen die signalen te veranderen en zo de fistel te genezen. Dat is een bijzonder ambitieus project samen met de chirurgen. Dit is het tijdgatlab waar ik al naar alludeerde. Dus staat een beetje buiten het AMC, maar de lijntjes zijn erg kort. Op de benedenverdieping zitten er proefdieren en op de bovenverdiepingen gebeurt er dus menselijke research. Ja, er zijn wat voorwaarden om dit tot een succes te maken. Natuurlijk moeten we goede stafleden en onderzoekers hebben, creativiteit en genie. Er moet infrastructuur zijn, zoals ik al toonde, de biobank. Iedereen moet willen samenwerken, hè, want als we met elkaar in competitie gaan, gaat het nooit lukken. We moeten kennis willen uitwisselen met andere groepen en centra, met andere centra in de wereld ook. En vooral, patiënten moeten willen deelnemen aan het onderzoek. En dat is natuurlijk een soort van voorwaarde nummer 1, naast uiteraard voldoende financiële ondersteuning. Ja, ik schrijf hier, it takes an army, dat is een Amerikaanse uitdrukking, maar dat is ook zo. Niet alleen voor zorg, maar voor onderzoek zijn dus heel veel mensen en middelen nodig. En dit zijn de strategische samenwerkingen die op dit ogenblik lopen tussen onze groep en vele andere ziekenhuizen en organisaties, maar ook sponsors in de wereld. En wij hopen dat dat verhaal verder tot successen zal leiden en tot verbetering van behandelingen en uitkomsten. Ik dank voor uw aandacht. Ik geef graag het woord aan collega Marjolein Duivenstein, die deze dag mede heeft georganiseerd. Marjolein. Dankjewel, Geert. Ja, we gaan verder met meer business as usual, dus de alledaagse poli. En ik zou graag vandaag willen bespreken hoe u daar meer uit kunt halen.
Dus hoe haalt u nou het maximale rendement aan uw consult? Nou, eigenlijk is het allerbelangrijkste dat u uw eigen dossier activeert. Dus activeer mijn dossier. En dat betekent dat u zelf in uw eigen gegevens kunt kijken. Het is niet ons dossier, het is uw dossier. U kunt ook bijvoorbeeld voorstellen doen als medicatie niet klopt. U kunt kijken naar wanneer afspraken gemaakt zijn. En er gaan ook in de toekomst nog meer mogelijkheden ontwikkeld worden. Zo kunt u ook vragenlijsten invullen, daar kom ik zo meteen op terug. En het allerbelangrijkste is dat u van tevoren ook nadenkt van hoe kan ik nou het beste mijn consult ingaan en een aantal vragen ook op voorhand al bedenken. Nou, zoals ik al zei, in mijn dossier kunt u dus die afspraken inzien en op termijn ook aanvragen of afzeggen. U kunt veilig mailen en videobellen met behandelteam. Dat videobellen hebben we met name ook tijdens de coronaperiode veelvuldig gedaan. En ik denk dat we daar ook allemaal meer bekwaam in zijn geworden. En het is vanuit ons ook leuk om af en toe patiënten te zien in hun eigen persoonlijke omgeving in plaats van in het ziekenhuis. Mijn slides die gaan door, terwijl ik dat niet zo heb bedoeld. Dus ik wil graag één slide terug, als dat zou kunnen. Ja, u kunt uw gegevens inzien, de gezondheidssamenvattingen, de diverse labuitslagen en ook uw medicatiegebruik, voor zover dat bij ons bekend is. Ik ben me er wel degelijk van bewust dat dat niet altijd klopt en dat dat ook soms een frustratie is. Van ja, jullie praten toch ook met de apothekers, hoe kan dat nou, het klopt niet. Ja, dat zijn allemaal zaken die wel in de toekomst nog beter kunnen. Maar vaak klopt het wel en u kunt dan eventueel ook wijzigingen zelf doorgeven als dat helaas niet automatisch gaat. En wat makkelijk is dat u ook hiermee herhaalrecepten kunt aanvragen. Dus dat hoeft u niet per e-mail te doen aan de verpleegkundige, maar u kunt dat in uw eigen dossier activeren, herhaalrecepten, dan komt die automatisch bij ons binnen. Checken wij nog even of alles klopt en dan ligt het daarna ook digitaal bij de apotheek klaar. Nou, hoe activeert u dat mijn dossier? Dat kan via een DigiD, dus ook een veilige omgeving, via deze genoemde website. En als u daar nou niet uitkomt, dan kan u daar ook overdag over bellen met dit telefoonnummer en anders een e-mail sturen naar dit e-mailadres. Nou, de vragenlijsten die kent een aantal van u al en die worden voorafgaand aan het poliebezoek aan u gestuurd. En de reden dat we die vragenlijsten aan u geven is enerzijds om te kijken hoe het met u gaat, maar ook het loop tijdens de ziekte te ontdekken. Maar anderzijds ook omdat we dit ook meegebruiken, als u daar toestemming voor heeft gegeven, voor onderzoek. Zodat u niet los van de poli ook nog dat allemaal met de hand moet gaan invullen. Nou, dit zijn dus patient reported outcome measures. Dat zijn vragenlijsten die vooraf, tijdens en na een behandeling worden afgenomen. En die gaan over de lichamelijke en geestelijke gezondheid en hoe dagelijks functioneren. En uiteindelijk leidt het tot een patient reported outcome. Dus door de patiënt gerapporteerd. Dus niet mijn interpretatie hoe het met u gaat, maar wat u er zelf van heeft ervaren. En uiteindelijk kunnen we dus met deze metingen uw gezondheid, hoe u uw gezondheid ervaart, meten. En uiteindelijk kunnen we in samenspraak met u natuurlijk op basis van deze gegevens het doel of de uitvoering van de behandeling bijstellen. Nou, hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit aan onze kant? Hier zie je waarschijnlijk voor velen van u een bekende lijst met vragen. En hier zie je ook dat iemand heeft aangegeven van joh, hoe het antwoord op deze vragen. Dit zijn echt ziektespecifieke vragen die Harvey Bradshaw Index scoren. Het is een speciale vragenlijst gemaakt voor patiënten met de ziekte van Crohn, waar een aantal zaken in terugkomen die ook zeer ziektespecifiek zijn. Maar er worden ook meer algemene vragen gesteld over bijvoorbeeld de kwaliteit van leven. Komt u uw bed uit? Kunt u naar buiten? Heeft u pijnklachten? Wat is uw stemming? En we kijken ook naar angst en depressie. Omdat we weten dat mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa vaker angst en depressie ervaren dan mensen zonder deze ziektes. Nou, uiteindelijk is dit de meest relevante vraag, die staat bovenaan, maar daar wilde ik wel mee eindigen. Met welke vraag of vragen zou u absoluut met uw arts willen bespreken of uw verpleegkundige tijdens het volgende consult? En ik denk dat het heel belangrijk is om daarbij stil te staan voorafgaand aan wat u bij ons binnenloopt. En dit wordt ook vanuit de overheid gestimuleerd. En eigenlijk zijn er drie goede vragen. Er zijn natuurlijk uiteraard veel meer goede vragen. Maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste vragen die u bij uzelf ook moet afvragen voordat u naar de dokter gaat. Wat zijn mijn mogelijkheden? Zijn er voordelen en nadelen van die mogelijkheden? En wat betekent dat dan voor mijn specifieke situatie? Want wij zien natuurlijk, we interpreteren onze data aan de hand van grote groepen patiënten. Maar een grote groep patiënten hoeft niet hetzelfde te zijn als u als individu. Nou, zo ziet de poli eruit. Er zitten een aantal mensen in de wachtkamer, die hebben we even geblurred in verband met de privacy. Dan heb je hier de poli-secretaresses die als u binnenkomt, dan kunt u zich of bij de aanmeldcel aanmelden en anders bij deze dames. En uiteindelijk kunt u ook als u de vragenlijst niet van tevoren heeft kunnen beantwoorden, deze ter plekke beantwoorden. En dan kunt u gebruik maken van de computers die daar ook staan.
Dan is er ook nog een ander belangrijk onderdeel. We hebben een patiëntenraad al een aantal jaar. En het is denk ik heel goed dat wij ook teruggekoppeld krijgen vanuit de patiënten hoe zij de zorg ervaren. Want soms gaan wij ervan uit dat wij het op een bepaalde manier heel goed doen. Terwijl de patiënt eigenlijk zegt van ja, nee, maar dit komt echt heel knullig over. Dit is echt heel onhandig. Altijd als ik op de eerste hulp ben, moet ik 10 uur wachten. Waarom duurt dat zo lang? Dit moet echt anders. Het gaat natuurlijk niet lekker om alles te verbeteren, maar het is wel goed om dat allemaal mee te nemen. En uiteindelijk is dan ook de missie van de patiëntenraad het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de patiënten met IBD van ons eigen centrum, hun familie en naasten. We vragen dan ook feedback en advies vanuit de patiënten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg, maar ook over de bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt en empathie met de patiënt. We proberen hier 4 bijeenkomsten per jaar voor te organiseren. Het is afgelopen jaar helaas niet gelukt vanwege corona. En we zoeken nog een aantal nieuwe patiënten die interesse hebben zich hiervoor aan te melden. En dat kan via de IBD-verpleegkundige. Dus als u denkt, ik vind het leuk om daar aan mee te doen. Het kan ook voor een korte periode of voor langer. Dan kunt u een bericht sturen en dan zien we u graag terug tijdens een van de bijeenkomsten. Dank u wel. Dank u Marjolein. Wel over patiënten gesproken. Het is werkelijk een grote eer en ik ben erg verheugd dat meneer Menne Scherpenzeel ons vandaag kan vervoegen. Menne, u bent het gezicht van Crohn en Colitis Nederland van de patiëntenvereniging. Dus hartelijk welkom op deze eerste patiëntenbijeenkomst, virtueel weliswaar, van Amsterdam UMC. Misschien kan u, want niet iedereen kent misschien de organisatie, in een paar woorden, de mission statement heet dat dan, van Crohn en Colitis Nederland uitleggen voor onze kijkers. Nou, Crohn en Colitis NL is een organisatie, misschien voor de meesten wel bekend alsnog als CCUVN. We hebben vorig jaar onze naam veranderd, wat krachtiger, Crohn en Colitis NL. We hebben ruim 10.000 leden en dat groeit nog steeds. En we zijn daadwerkelijk een stem, zowel voor leden als niet-leden. Wij informeren onze mensen met IBD over het leven met IBD. Maar we organiseren ook bijeenkomsten. En dus zoals vandaag heel veel online bijeenkomsten. En als het weer kan ook fysieke bijeenkomsten. En we behartigen de belangen van patiënten. En dan moet je ook denken bijvoorbeeld nu met COVID. Dat we proberen om mensen met IBD zo snel als mogelijk gevaccineerd te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk de 3 hoofdactiviteiten. En we worden steeds meer gevraagd om advies te geven aan ziekenhuizen, zorgverzekeraars, overheid. Om de stem van de patiënt te laten horen. Dus het patiëntenperspectief wordt steeds belangrijker. En daar werken we hard aan. Nee, dat is echt mooi. Dus ja, universitaire ziekenhuizen, UMC's, zijn denk ik belangrijk voor verdere ontwikkelingen. En er waren er 8, nu zijn er nog 7 in Nederland. Hoe ziet u de samenwerking tussen de vereniging en de UMC's in Nederland? Nou, die is heel hecht op verschillende manieren. De universitaire ziekenhuizen, maar ook de perifere ziekenhuizen werken samen als het omgaat om onderzoeken binnen ICC. Daar hebben we al een heel goed lijntje mee. We hebben vorig jaar een onderzoek uitgevoerd onder leden van ons panel. Van wat vind jij nou belangrijk op het gebied van onderzoek? Nou, daar kwamen hele mooie resultaten uit en die worden weer meegenomen. En daarnaast, nou, als ik kijk naar de samenwerking met jullie. Nou, voor het eerst is het nu online, maar we organiseren jaarlijks de fysieke dagen. En we hebben afgelopen jaar heel veel webinars georganiseerd met collega's van jullie over voeding. Polydarmfalen, maar ook een hele mooie webinar over het verwijderen van de dikke darm. Of mooi webinar, maar verwijderen van de dikke darm als het gaat om. Of de blinde darm als het gaat over colitis ulcerosa. En jullie schrijven of geven vaak een bijdrage aan ons blad Chroniek, een kwartaal magazine. Ja. Nee, dat blijven we zeker graag doen. Maar zoals ik zei, ja. Patiënten worden erg vaak uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek. En waarschijnlijk komen ze dan soms bij jullie terecht van nu word ik weer gevraagd voor deze of gene trial. Hoe kijk je naar dat intensieve onderzoek in de UMC's? Want het is toch nogal wat. Het is wat, maar wetenschappelijk onderzoek is en blijft noodzakelijk volgens mij als het gaat over de verbetering van behandeling en de diagnose van Crohn en colitis ulcerosa. Dat is ook de reden waarom wij op onze website vaak ook oproepen doen van trials, ook van jullie ziekenhuis, maar ook van andere ziekenhuizen. En ik denk dat je zonder onderzoek niet kan laten we zeggen, de kwaliteit van leven, het balans vinden in je leven, om dat steeds verder te verbeteren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En we zijn ook vrij recent gestart met de KICC. Dat is dan de onderzoekscentra voor kinderen en jongere mensen met IBD. Of jongeren met IBD. Samen met Tim de Meij, een collega van jullie. Om met ouders en met kinderen en met MDL-artsen en MDL-verpleegkundigen en diëtisten. De top 10 onderzoeksagenda
rond te krijgen. En dat willen we volgend jaar presenteren. En daar ook weer financiers voor vinden. Oh nee, dat is erg mooi. Ik zag u wel eens op Europese bijeenkomsten. Ik denk de laatste keer in Barcelona of zo. Hoe vindt u dat de Nederlandse UMC's het doen in het Europese landschap? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, hoe ziet u het evolueren in de komende 10 tot 20 jaar? Nou, ik denk we hebben als Koninklijke Lieders NL, en hebben we niet een onderscheid gemaakt tussen universitaire centra en de perifere ziekenhuizen. Maar over het algemeen scoren de MDL-artsen, als ik het zo mag zeggen, of de MDL-afdelingen, en dan met name IBD, scoort heel goed. Dus ik denk dat we het heel goed doen. Wat ik heel sterk vind, is dat steeds belangrijker wordt het patiëntenperspectief. Dus we worden heel vaak gevraagd door onderzoekscentra om vanaf begin af aan bij het onderzoeksopzet het patiëntenperspectief mee te nemen. Ja, en het is heel toegankelijk te samenwerken. Dus de bijdrage aan een dag als deze, bijdrage aan chroniek. Dus ik denk dat de IBD-patiënt, maar ook jullie, geholpen zijn bij een hele goede samenwerking. Ja, nou, laatste vraag misschien. Hoe ziet u de zorg? Hè? We hebben het gehad over onderzoek, maar hoe ziet u de zorg in de komende 10 of 20 jaar veranderen? Gaat het allemaal virtueel worden? Of denk je dat de klassieke dokter-patiëntrelatie met de schouderklop toch zal stand houden? Nou, ik hoop beide. Dus nee, maar telemedicine, hè, of e-health zoals dat heet, dat gaat een vlucht nemen. Maar het moet geen, zoals het zo mooi zegt, een heilige graal zijn. Ik denk dat het een vorm moet zijn waarbij je virtueel of via de computer of anderszins met je arts spreekt. Maar je moet zeker ook de arts blijven zien. Wat wij heel veel zien bij patiënten is de belangstelling voor leefstijl. Dus ik denk naast nieuwe medicijnen die de markt opkomen, die veelbelovend zijn voor mensen met IBD, dat er ook meer onderzoek zal worden gedaan naar leefstijl. En last but not least, om het maar in goed Nederlands te zeggen, Marjolein had het net al even, patient report outcomes worden gewoon belangrijk, naast klinische uitkomstmaten. En ik denk dat dat belangrijke ontwikkelingen zijn. Absoluut. Heb je alles gezegd wat je vandaag wilde zeggen, Menne? Vast niet, maar ik kom graag nog een keer terug. Dank u zeer. Hartelijk dank voor uw komst en voor de samenwerking met de vereniging. Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen, denk ik. Ik zie niet, dus mensen kunnen in de Q&A, heet dat dan, vragen sturen. Wij krijgen die er dan te zien. Ik zie ze nog niet duidelijk, maar we gaan ze beantwoorden. En op een bepaald ogenblik kan ik mijn AMC-dossier ook delen met mijn huisarts. Maria, dat is iets voor jou. Maar ik denk dat dat nog niet kan. Er is hier op parlementair niveau beslist dat medische dossiers niet tussen ziekenhuizen en zorgorganisaties automatisch kunnen worden gedeeld. Tenzij er expliciete toestemming en natuurlijk een computerconnectie bestaat. Maar op dit ogenblik is dat een functionaliteit die nog niet, denk ik, in geen enkel land dat werkt. Maar dat gaat vast komen in de toekomst, denk ik wel. Dus andere vragen mogen binnenkomen. We gaan die beantwoorden, ook online, naarmate ze binnenkomen. Maar oké, dat brengt me tot de volgende spreker. En ik wil Maria de Jong en Marjolein Duivestein alvast bedanken. En we gaan het hebben over de behandeling. Eerst medisch en dan chirurgisch. En mijn collega dokter Mark Leuwenberg gaat de spits afbijten. Colitis ulcerosa, hoe behandelen we het en hoe kiezen we een therapie? Mark, alsjeblieft. Dankjewel Geert voor de introductie. En dank voor de organisatie om hier de komende 20, 25 minuten iets te mogen vertellen over de medicamenteuze behandeling van colitis ulcerosa vandaag de dag. En nogmaals, als u vragen hebt, gebruik de Q&A-button. Dus wat wil ik dan bespreken met u? Wat ik net zei, de medicamenteuze therapieën voor colitis ulcerosa. En ik wil dan focussen op de biologische geneesmiddelen die veel overgaan op injecties, zogenaamd subcutaan. En de term biologisch ga ik u nog uitleggen gedurende dit praatje. Dus dit is wat ik wil vertellen en bespreken. Een belangrijke vraag is, hoe kies je nu de juiste therapie voor de juiste patiënt? Nou, er zijn niet heel veel gegevens in de literatuur beschikbaar over de optimale volgorde van de medicamenteuze behandelingen. We hebben een heel arsenaal. En hoe kies je nou de juiste behandeling voor de juiste patiënt? Nou, een aantal factoren spelen een belangrijke rol. Natuurlijk de effectiviteit van het middel. Als een patiënt heel ziek is, met ernstige zweren bij de endoscopie, dan wil je een potent, effectief middel. Maar minstens even belangrijk is de veiligheid. Als je een effectief middel hebt wat heel veel toxiciteit of bijwerkingen geeft, dan gaat geen patiënt het gebruiken. Dus die balans is cruciaal.
Maar verder is het heel belangrijk dat je het patiëntprofiel in oogenschouw neemt. De term extra intestinale klachten betekent niks anders dan klachten buiten de darm. Bijvoorbeeld gewrichtsklachten of huidproblemen. Als die aan de orde zijn, dan kan dat je helpen om een bepaalde medicamenteuze therapie te adviseren aan de patiënt. Zijn er andere ziekten, bijkomende aandoeningen? Is er een zwangerschap, een wens tot zwangerschap of een actuele zwangerschap? Hij gaat steeds automatisch door, excuus. Eerdere behandelingen. Heeft de patiënt eerdere behandelingen gehad of gefaald of bijwerkingen? De patiëntvoorkeur, heel belangrijk. Als een patiënt een pil wil, liever dan een prik, ja, dan moet je samen kijken naar een juist middel. Therapie trouw is daar heel belangrijk. En natuurlijk ook de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Maar gelukkig in Nederland kunnen we alles voorschrijven wat geregistreerd is. Als we het dan visueel laten zien, de behandeling, dan is dit meestal hoe we het tonen. Het is een soort step-up, een trapsgewijze organisatie, hoe we de behandeling doen. Meestalazine onderaan voor de milde ziekte. Heel effectief, goedkoop, wordt goed getolereerd. Maar kom je er niet mee uit, heb je toch een opvlamming van de ziekte, dan kun je corticosteroïden geven. Prednison of Cortiment, u misschien wel bekend. Als je daarmee de ziekte rustig krijgt, ga je naar een stapje hoger. Dat noem je de immunomodulator, in het midden in oranje. En dat is bijvoorbeeld azathioprine of mercaptopurine voor colitis ulcerosa. En nog wat krachtiger behandeling zijn de biologicals. De biologicals wil ik uitvoeriger op ingaan gedurende dit praatje. En natuurlijk chirurgie. Maar chirurgie, dat kun je natuurlijk niet meer omkeren. Hè. Dat is een definitief besluit. Dus dit is een beetje hoe we het doen. Je begint met de mildste middelen en kom je er niet mee uit, dan ga je naar wat krachtige middelen. Maar die middelen kunnen ook wat meer bijwerkingen hebben. Dus dat noemen we step-up. Dus milde ziekte met salazine, geef ik in het boxje aan rechts. Corticosteroïden, goede middelen, al sinds 1950 op de markt. Zeer effectief, maar geven bijwerkingen. En dat is de reden dat we het vaak als een stootkuur kortdurend geven. Bijvoorbeeld 8 tot 10 weken, en dan weer helemaal stoppen. Immunomodulator heb ik u iets over verteld. Als je de ziekte rustig krijgt met corticosteroïden, dan geef je er een immunomodulator als zogenaamde onderhoudstherapie. Dat betekent dat je het jaren continueert om de ziekte ook rustig te houden. Is er sprake van wat ernstige ziekte, dan stap je toch sneller over op de biologische geneesmiddelen of een nieuwe middel, een small molecule. Al die termen ga ik u nog uitleggen. Tofacitinib, misschien hebt u daarvan gehoord. Maar je kunt de piramide ook omdraaien. Als een patiënt bijvoorbeeld, denk aan een jonge patiënt met een hele ernstige colitis, die moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan heb je niet als dokter de ruimte om eens even rustig achterover te hangen en een aantal therapieën te proberen. Dan moet je er bovenop zitten en dat noemen we top-down. Dan begin je met de meest krachtige behandelingen direct upfront. En dan draaien we de piramide als het ware om en geven we bijvoorbeeld biologische middelen als eerste keuze. Dus dit is een beetje in het algemeen hoe we het zien. En nu ga ik iets specifieker in op de medicijnen die we hebben. En ik wil met name dan focussen op de biologicals en de small molecules. Even schematisch weergegeven. Een biologisch geneesmiddel of een biological in het Engels. Denk aan anti-TNF, infliximab bijvoorbeeld. Dat zijn medicijnen die het aangrijpingspunt buiten de cel hebben. Dat laat ik u zo zien. Terwijl small molecules, we hebben ook een aantal nieuw die eraan komen, bijvoorbeeld JAK-remmers, die zijn heel klein. De term zegt het al, small molecule, dus die kan de cel indringen en daar zijn werk doen. Dus hier ziet u weergegeven een rondje. Dat is de ontstekingscel, een immuuncel, die de darm ziek maakt. En die moet je temmen, die moet je rustig maken of misschien zelfs doodmaken. En die cel die praat met haar omgeving. Die heeft receptoren, antennes op het oppervlak. En die heeft allerlei signaaltjes die hij doorgeeft naar de celkern. En in de celkern ligt het DNA, het kookboek. En dan kan zo'n cel gaan reageren, kan gaan delen, kan meer worden, prolifereren of kan ontstekingseiwitten maken, et cetera. Nou, hoe rem je nou die ontstekingscel? Dat kan of aan de buitenkant, dat ziet u hier weergegeven met dat pijltje hier. Dat zijn grote moleculen, dat zijn die biologicals, die binden aan die receptor, waardoor die receptor geblokkeerd wordt en niet meer naar binnen toe kan signaleren en die cel bijvoorbeeld doodgaat of minder actief wordt of minder ontstekingseiwitjes gaat produceren. Dat is een biological.
Maar die small molecule, vertelde ik u net al, gaat de cel in. En daarom heb ik het pijltje hier weer gegeven. Die grijpt aan in de cel. Maar het kan tot hetzelfde effect leiden als dat grote molecuul, die biological, die aan de buitenkant, aan die antenne aangrijpt. Die cel kan net zo goed doodgaan of minder gaan delen. Dus dat is eventjes in het algemeen hoe biologicals aan de buitenkant aangrijpen en small molecules echt in de cel. Maar hoe kiezen we nu de juiste medicamenteuze therapie? Vandaag de dag, en dat gaat veranderen de komende jaren, maar vandaag de dag is het trial and error. We proberen iets en hopen dat het aanslaat. En wat we doen is eigenlijk een soort van risicostratificatie. Als een patiënt voor je zit met een hele milde colitis ulcerosa, dan kan je prima uitkomen met ook milde medicijnen, mesalazines. Maar als de ziekte heel ernstig is, met diepe zweren bij scopie en heel uitgebreid, en een patiënt moet bijvoorbeeld opgenomen worden, zelfs in het ziekenhuis, ja, dan moet je veel krachtiger behandelen. En dan kom je niet uit met alleen maar de mildere medicijnen. Dus dit zijn een aantal risicofactoren. Jonge leeftijd bij diagnose, ernstige klachten. In het laboratoriumonderzoek verhoogde ontstekingseiwit, het CRP bijvoorbeeld, misschien zegt u dat iets. In het bloed is dat een marker. Of bij de scopie, hè, heel belangrijk nog steeds, als je daar ernstige ziekte ziet. Dus dat noemen we risicostratificatie. Als je het ziektebeloop van alle colitispatiënten onder de loep neemt, dan zijn dit een beetje de patronen die je ziet. Als je op de horizontale x-as de tijd uitzet, en op de verticale as de y-as de ernst van de ziekte, dan zie je soms dat die ziekte opvlamt, hè, de diagnose wordt gesteld en dan dooft de ziekte uit. Nou, dat is natuurlijk wat je hoopt. Maar je kunt ook het tegenovergestelde zien. Hè. Die ziekte wordt steeds ernstiger en die krijg je niet meer rustig. Of dit noem je flares, die term kent u misschien. Hè. Dat zijn opvlammingen van de ziekte. En dan wordt het weer even rustig. Dan krijg je weer een opvlamming, wordt het weer rustig en weer een opvlamming. En dit is een ongewenste situatie, dat vierde grafiekje. Want daarmee is de ziekte nooit helemaal tot nul, hè. Dat lijntje blijft altijd hoog. Dus dit is een beetje hoe het ziektebeloop eruit kan zien. Als je een hele milde ziekte hebt, nogmaals, dan kun je mesalazine geven. Perfecte middelen, als je het netjes gebruikt, zeker ook als je een klisma kortdurend eraan toevoegt, krijg je de meeste patiënten in remissie, zoals dat heet. En ik heb hier even aangegeven een grafiekje, dat ga ik de komende slides doen, om gewoon even aan te tonen hoe we dat ook op congressen en meetings doen, en hoe effectief middelen zijn. Sorry, de slides gaan automatisch door. Dus hier ziet u de behandeling met mesalazine op week 4 en op week 8. Week 8 is van de dia afgekomen. En dan zie je dat je ongeveer de helft van de patiënten in een rustig vaarwater krijgt. Dus mesalazine, prima middel bij de milde ziekte en een gunstig bijwerkingprofiel. Dan wil ik me nu focussen op de biologicals. En dan is de eerste biological die op de markt kwam, was infliximab. En die behoort tot de groep anti-TNF. En anti-TNF-medicatie remt TNF. En TNF is een heel belangrijk ontstekingseiwit. En ik heb hier even weergegeven de verschillende smaken die we hebben. Infliximab, of adalimumab, of golimumab. Gaat technisch iets fout hier. Mag ik de slide terug? Graag houden zo. Golimumab. En dat zijn de smaken die we hebben dan, hè, voor inflammatoire darmziekte. Dus deze medicijnen kwamen ongeveer mid 2000 op de markt in Nederland. En infliximab geven we intraveneus, hè, dus in een bloedvat. Adalimumab en golimumab geven we subcutaan als prikje in de huid. Ze zijn nooit goed in één studie direct met elkaar vergeleken. Dus je kunt niet precies zeggen welke nou beter is dan de ander, maar ik ga de belangrijkste studies even laten zien met een paar grafiekjes erbij. Het grootste voordeel van deze medicijnen is dat ze vrij effectief zijn, over het algemeen snel werken en er is heel veel ervaring mee, al jaren op de markt. We kunnen toch wel zeggen dat als je alle data, al het wetenschappelijk onderzoek samenvoegt, dat infliximab toch wel het meest krachtige middel is. Infliximab en adalimumab even kort eens over laten zien. En dit is hoe we het doen in onze studies. Dit is hoe de grafiekjes eruit zien. Het is misschien een beetje klein, maar het geeft aan in blauw de behandelde patiënten.
en in wit placebo. Dat is vaak hoe studies eruit zagen en nog steeds ook wel eruit zien, dat je een groepje patiënten hebt die een nepmiddel krijgen, een placebo-middel. Nou is het onethisch om patiënten placebo te geven en als ze het niet goed doen dan te zeggen ja sorry, nee dan krijgen ze het na het echte middel. Maar het is een beetje hoe de studies van vroeger al zijn opgezet. En je ziet dat patiënten die behandeld worden in blauw, lichtblauw of donkerblauw het beter doen. Dit is klinische respons en klinische remissie. Dus het afnemen van symptomen of helemaal geen symptomen meer hebben op week 8 en week 30 met infliximab. Adalimumab, het broertje van infliximab, kwam wat later op de markt. En dit geef je niet in het bloedvat als infuus, maar als prikje in de huid. En ik laat u even hier een mooi grafiekje zien van de belangrijke studie die heeft geleid dat dit middel op de markt kwam. En dan zie je in grijs de behandelde patiënten. En in wit opnieuw de placebo behandelde patiënten. En dan heb je bij A, B en C verschillende uitkomstmaten. Klinische remissie opnieuw, die ik net ook zien. Dat betekent geen klachten hebben. Klinische respons betekent afname in symptomen. En endoscopische remissie betekent dat je ook dat je slijmvliesherstel ziet bij endoscopisch onderzoek. En u ziet gelijk dat de behandelde patiënten het beter doen dan de placebo. Wat nou als je middelen met elkaar combineert? Stel nou dat je infliximab, een anti-TNF, plus azathioprine, dat is een pilletje, combineert. Dit is een hele mooie studie. En dan zie je dat als je alleen azathioprine geeft, groen, of alleen infliximab blauw, of de twee middelen gecombineerd, dat die gecombineerde behandeling beter is. Dit is gekeken naar endoscopische verbetering. Dus verbetering van het slijmvlies bij endoscopie op week 16. Dus ongeveer, zeg 60 patiënten krijg je dan in een rustig vaarwater. Dus dat is toch wel een hele effectieve therapie. Dus infliximab, goed middel, maar intraveneus in een bloedvat. Nou, nu is het ook als subcutaan infliximab op de markt. Dus als prikje in de huid. Er zijn patiënten die dat een voordeel vinden. Niet allemaal, maar je kunt het in ieder geval bespreken. Dat alternatief is er. En dan zie je hier, het is misschien een beetje klein weergegeven, maar je ziet hier weergegeven in rood de behandelde patiënten met het intraveneuze middel. En in blauw hetzelfde middel, maar dan als een prikje in de huid. En je ziet eigenlijk, dat is het enige wat ik hier wil laten zien, dat die barretjes, lijntjes overeenkomen. Er zit eigenlijk geen verschil tussen de twee therapieën. Dus als prikje is infliximab net zo effectief als van oudsher als we het intraveneus toedienen. Dus dat is goed. Dat hebben we weer als een extra optie erbij. Dit is een heel slim middel, vedolizumab. Wat vedolizumab doet, is ook een biological. Denk weer aan die cel die ik zou uittekenen voor u. Vedolizumab is een groot molecuul, plakt aan de buitenkant op zo'n antennetje vast, gaat niet de cel in. Maar wat het doet, is eigenlijk de brievenbus blokkeren. Normaliter kan een ontstekingscel, dat ziet u weergegeven hier, dat zijn die witte rondjes, die bewegen door een bloedvat. Die plakken vervolgens aan het bloedvat en kunnen heel slim door dat bloedvat als een soort van barbapapa heen migreren en daar de darm ziek maken. Nou, wat doet vedolizumab? Dat zorgt ervoor dat die cel, die ontstekingscel, niet meer uit dat bloedvat kan bewegen en die darm ziek kan maken. Dus het blokkeert als het ware een soort van brievenbus. De ontstekingscel blijft in het bloed en gaat op een gegeven moment dood. En gaat niet meer naar de darm om die darm ziek te maken. Nou, hoe effectief is dat middel? Nou, weer zo'n grafiekje die we altijd aan elkaar tonen op congressen. Maar ik wil het u ook even laten zien. Dit is op een jaar. Behandelde patiënten zijn in rood, lichtrood of donkerrood. En de placebo is in blauw. En dan zie je, als je kijkt naar bijvoorbeeld, in het Engels is het dan durable clinical response. Dat betekent dus een duurzame klinische respons. Of mucosale heling, dus slijmvliesherstel. Dat die patiënten in rood, dus de actief behandelde patiënten, het echt beter doen dan patiënten die placebo krijgen. Dat is vedolizumab en dat is al sinds jaren op de markt voor colitis ulcerosa. Is het in het infuus, hè? Dit is in het infuus.
Dus het is gut selective. Wat bedoelen we ermee? Het grijpt alleen aan op de darm. Het blokkeert alleen een antenne die belangrijk is voor het bewegen van die ontstekingscel naar de darm toe. En dat doet het niet op andere orgaansystemen, zoals het centraal zenuwstelsel of andere orgaansystemen. En daarom noemen we het gut selective. Dus het werkt alleen op de darm. En dat geeft weinig bijwerking. Dat is een groot voordeel. Nou, als we die nou met elkaar vergelijken, adalimumab liet ik u net zien, dat is zo'n anti-TNF. En vedolizumab liet ik u dus voorgeslijd zien. Vedolizumab is rood, adalimumab is blauw. En dan zie je dat ze direct met elkaar zijn vergeleken binnen eenzelfde klinische studie met patiënten met colitis ulcerosa. Nou, er is wel wat op en aan te merken over deze studie. Daar ga ik absoluut nu niet op in, omwille van de tijd. Maar je ziet dat in deze studie althans, vedolizumab in rood het wel ietsje beter doet dan adalimumab. Dat is die anti-TNF als prikje toegediend. Dit is bij 1 jaar als je kijkt naar verbetering bij endoscopie. In analogie van infliximab is vedolizumab ook als subcutaan medicament nu beschikbaar. Dus ook als prikje in de huid. Wat is dan beter? Het originele vedolizumab als infuus, dat ziet u in grijs hier weergegeven. Of als je het als prikje ziet, subcutaan, SC. Nou, eigenlijk maakt het niet veel uit. Ze zijn qua effectiviteit vergelijkbaar. Dus in het bloedvat vedolizumab is grosso modo even effectief in deze studie bij colitis ulcerosa dan wanneer het als prikje subcutaan toedient. Nou, er komen nog wat nieuwere middelen aan. Dat is goed nieuws, denk ik. Dus heel veel ontwikkeling op het gebied van inflammatoire darmziekten. En ik beperk me tot de belangrijkste. Maar er is heel veel in het verschiet. En ustekinumab is ook een vrij slim middel. We kennen het uit de reumatologie, uit de psoriasis, van de dermatologen bijvoorbeeld en de reumatologen. Maar het is nu ook beschikbaar voor Crohn en colitis ulcerosa. En wat dit middel doet, is het remt een ander ontstekingseiwit, namelijk 2, IL-12 en IL-23. Nou, misschien lastige namen, maar neem van mij dat zijn belangrijke ontstekingseiwitten. En dit middel blokkeert deze ontstekingseiwitten. Het is een heel ander aangrijpingspunt dan de middelen die ik u net heb laten zien. En opnieuw weer een grafiekje. Dan zie je in lichtblauw steeds weergeven placebo. En in het iets donkere blauw, en het echte donkerblauw, de actief behandelde patiënten. En wat u gelijk ziet, is dat patiënten die het middel krijgen, het beter doen dan wanneer patiënten een placebo krijgen. En dan kun je kijken naar bijvoorbeeld klinische remissie. Dat zijn diezelfde uitkomstmaten als net, of verbetering bij endoscopie, of een klinische respons. Dus verlichting van de symptomen. En het grootste voordeel is van dit middel dat het eigenlijk nagenoeg geen bijwerkingen geeft. En tot slot, het laatste middel wat ik toch even met u wil bespreken, dat is een zogenaamde JAK-remmer, tofacitinib. En er komen er nog een aantal aan voor colitis ulcerosa. Op dit moment is dit middel gereserveerd voor de meer ernstige colitis. Dit is een schematisch overview. Ik ga niet in op de details. Maar wat hier wordt weergegeven is een ontstekingscel. En dit is het buitenmembraan van de ontstekingscel. Dit is de binnenkant van de cel. En dit is de buitenkant hier. En er zitten weer zo van die antennes. Hè? Nou, wat dit middel doet, is het gaat de cel echt in. Het is een small molecule, een klein molecuul. En in de cel remt het een heel belangrijk pad. En daardoor gaat die cel op een gegeven moment dood, die ontstekingscel. En kan de darm niet meer ziek maken. Dus dat noem je een small molecule, dat is een JAK-remmer. En JAK staat voor een belangrijk enzym in de cel. Nou, hier weer zo'n grafiekje. Klinische remissie, dus patiënten hebben geen klachten. Bij 1 jaar ziet u hier weer gegeven. Of endoscopische remissie, je doet de scopie en ziet geen zweertjes meer. Bij 1 jaar, dan heb je placebo hier in zwart. Of patiënten die de behandeling kregen, grijs, of een iets hogere dosering, blauw. En wat u gelijk ziet, is dat patiënten die het middel krijgen, het beter doen dan patiënten die placebo krijgen. Ja, de grootste voordelen van deze middelen, van tofacitinib of JAK-remmers, is dat ze effectief zijn. Dat ze snel werken en het is oraal.
Hè, die small molecules zijn oraal. Dat is niet iets wat je in het infuus geeft. Of als prikje in de huid, je slikt het. En nou, ik denk de meeste patiënten vinden dat toch wel een voordeel. Tot slot, blik op de toekomst. Ik ben positief. Ik denk dat er heel veel nieuwe middelen aankomen. Met een heel goed bijwerkingenprofiel die effectief zijn. Wat we nu doen is, zoals gezegd, trial and error. We proberen iets en hopen dat het effectief is. En in de komende jaren hoop ik dat we meer gepersonaliseerde aanpak gaan zien. Namelijk dat de patiënt voor je zit, dat je bepaalde bloedmetingen doet, bijvoorbeeld. En dat je daarmee een juiste therapie kan geven en een beetje de therapie-respons kan voorspellen. Ik wil u danken voor uw aandacht. Mark, heel veel dank voor deze ontzettend leuke presentatie. Omdat we echt hele leuke vragen binnen hebben gekregen, dacht ik ga ze zelf aan jou stellen. Dat is wat makkelijker als je het allemaal in je eentje moet doen. Er is natuurlijk ook de vraag van, zijn er ontwikkelingen naar nieuwe medicijnen die de ziekte kan gaan genezen in plaats van het behandelen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat is natuurlijk waar je uiteindelijk naartoe wil. Wat we nu doen is de ziekte proberen rustig te krijgen en rustig te houden. Maar tot op heden is er niet een therapie die colitis ulcerosa geneest. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. De reden is omdat we niet goed weten hoe de ziekte ontstaat. En als we niet goed begrijpen wat de onderliggende oorzaak is, kun je ook niet een curatieve therapie verzinnen. Maar goed, er wordt extreem veel onderzoek gedaan, niet alleen in Nederland, ook in andere landen. En we hopen natuurlijk de oorzaak te vinden en dan een curatieve genezing. En een vergelijkbare vraag, maar net een beetje anders, is de vraag, is het voor sommige patiënten ook mogelijk om op termijn geheel te stoppen met de medicatie wanneer de ziekte in remissie gaat? Ja, dat is ook een hele goede vraag en daar hebben we absoluut aandacht voor. En dat doen we ook als daar ruimte voor is in overleg met de patiënt. Wat we over het algemeen doen is, alle seinen moeten op groen staan. Dat wil zeggen, je geeft een middel en je wil weten dat de ziekte rustig is. De patiënt heeft geen klachten. Het liefst heb je een volstrekt normaal laboratoriumonderzoek. En eigenlijk wil je ook zien dat er bij endoscopie geen of minimale ontstekingsactiviteit te zien is. En dan doe je het in overleg met de patiënt. Soms zegt de patiënt, nou, ik ben in een drukke tijd, ik zit in een verhuizing, nieuwe baan. Ja, dan zou ik denk ik niet stoppen. Maar als je in een rustig vaarwater zit en sociaal ook goed gaat, dan zou ik absoluut durven stoppen met goede monitoring op de poli. Ja. Een leuke vraag vind ik, en ik denk dat het een hele relevante vraag is, omdat natuurlijk veel mogelijk is in Nederland, maar we uiteindelijk ook de gezondheidszorg moeten bekostigen. Dus spelen kosten dan wel een budget ook een rol bij de keuze voor medicatie? Ja, een hele goede vraag. Nee, antwoord is nee. Kijk, in principe mogen wij alles voorschrijven, maar als ik eerlijk ben, dan spelen kosten natuurlijk een rol. De zorgverzekeraar vergoedt wat wij voorschrijven. Maar als een middel heel duur is en niet beter dan bijvoorbeeld een heel goed alternatief, ja, dan geven we het alternatief. We hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid als arts. Dat kunnen we ook uitleggen aan de patiënt. Dat begrijpen patiënten ook over het algemeen heel goed. Dus natuurlijk zijn kosten belangrijk. Maar als wij vinden dat een patiënt middel A, B of C moet hebben, om medische redenen, dan spelen kosten geen rol. Kijk, ik wil toch nog een vraag stellen. We hebben nog 2 minuten. Het zijn gewoon hele leuke vragen. Wordt vedolizumab ook in combinatie gegeven met azathioprine? Of staat dit geneesmiddel op zichzelf? Ja, in principe is onvoldoende literatuur en onderzoek beschikbaar dat zegt dat je beide middelen zou moeten combineren. Het is niet effectiever als je ze combineert. Dus in principe geven wij vedolizumab alleen. Wat ik wel zelf doe, is als een patiënt azathioprine heeft en dan bijvoorbeeld niet daarmee uitkomt, de ziekte is actief en je start vedolizumab erbij op, dat je dan bijvoorbeeld 1, 2, 3 maanden de middelen combineert en dan stop je de azathioprine. Dus onvoldoende bewijs, nogmaals, dat de beide middelen samen effectiever zijn dan alleen vedolizumab. Ja, dan wil ik nog 1 technische vraag stellen. Het onderdrukken van overactieve TNF en interleukinecellen kan weliswaar helpen om de ontstekingsreactie in de darm te onderdrukken, maar hebben deze cellen elders in het lichaam niet een waardevolle immuunfunctie? En wat is dan het gevolg voor die functie wanneer je die cellen onderdrukt? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, anti-TNF weten we vrij veel van. Er is al zo lang op de markt, zoveel onderzoek mee gedaan. En je remt het immuunsysteem.
door het remmen van een belangrijk ontstekingseiwit. Wat is de belangrijkste bijwerking? Infecties. Hè, en dat heeft puur daarmee te maken dat het best een krachtig middel is, zeker als je het combineert met bepaalde middelen, en zeker ook in hoge dosering, maar soms moet je dat doen, omdat de ziekte zo actief is. Dus infecties kun je dan zeker zien door, ja, om de simpele reden dat je het immuunsysteem, het afweerapparaat onderdrukt. Het interessante is dat die tweede vraag, de nieuwere middelen, doen dat veel selectiever. Dus dat ustekinumab, IL-12, IL-23, daar zien we eigenlijk geen infecties als bijwerking. Dus dat is, we weten niet goed hoe dat nu nog komt. Komende jaren misschien wel, maar daar, dat is toch wat selectiever en grijpt het in op het afweersysteem. Zien we wat minder bijwerkingen zoals infecties. Ja, nee, ik denk dat we de meeste vragen hebben beantwoord. Heel veel dank voor je mooie presentatie. Er was nog een vraag, hè, maar die was tijdens de presentatie gesteld van joh, waar kan ik meer informatie vinden over biologicals? Wat zijn dat nou precies? En op de website hebben we ook folders over de verschillende medicatie. Zowel geschreven tekst als ook video. Dus ik denk dat het handig is als u daar dan ook naar kijkt, als u wat meer vragen heeft in het algemeen. Dan gaan we door met de volgende spreker. Christiane Buskens, een van onze chirurgen, gaat vandaag vertellen over de chirurgische opties voor colitis ulcerosa. Dankjewel. Dankjewel, Marjolein. En na dit fraaie overzicht van Mark over hoe we colitis ulcerosa met medicijnen kunnen behandelen, nu aan mij de eer om u wat te vertellen over de chirurgische mogelijkheden. En mijn naam is Christiane Buskens en ik ben sinds 2012 IBD-chirurg hier in het AMC. En wat ik leuk vind, is dat net al even de vraag kwam van, nou, kunnen die medicijnen het dan ook genezen? Nou, daar is natuurlijk op zich nog steeds het officiële antwoord op medicatie nee. En dat ligt meteen al een beetje anders bij chirurgie. Want op mijn eerste dia heb ik ook staan, kijk, ziekteactiviteit bij colitis ulcerosa beperkt zich tot de dikke darm, tot het colon. Dus als wij als chirurg het hele colon weghalen, de hele dikke darm en de endeldarm, dan is in principe de ziekte genezen. Maar goed, we realiseren ons natuurlijk ook dat dat nogal een drastische ingreep is. En dat chirurgie, zoals het vroeger was, eigenlijk wel terecht heel erg in het rood bovenaan de piramide stond. Dus je probeert eerst alles. Je probeert eerst de anti-ontstekingsmedicijnen, de immunomodulatoren, de biologicals. En als alles faalt, dan komt de chirurg in beeld en dan haalt hij het hele colon, de hele dikke darm en de endeldarm weg. En tot nu toe was eigenlijk altijd wel het doel om die chirurgie te vermijden. Want chirurgie gaat gepaard met tijdelijk een stoma. En eventueel kan het stoma wel weer worden opgeheven, maar dan krijgt iemand een pouch. En uiteindelijk is toch een pouch uiteraard nooit zo fraai als de natuur het heeft aangelegd. Tot nu toe kreeg ongeveer 25% van de patiënten zo'n pouch. En interessant is dan om te kijken of we met al die medicijnen die Mark net beschreven heeft, inderdaad minder vaak chirurgie hebben in 2021. En dat is helaas nog niet waar. Dit is een grafiekje dat u toont het aantal operaties dat wij voor colitis ulcerosa deden voor het jaar 2000 en na het jaar 2000. En helaas zien we daar eigenlijk geen verschil in. Dus ondanks dat we steeds meer mogelijkheden krijgen, blijft chirurgie nog steeds voor 25% eigenlijk de enige echte optie. En kan dat dan niet anders? Die hele dikke darm eruit halen, die endeldarm eruit halen, zo'n stoma. En een van de dingen die interessant is daarin, is die blinde darm. Dat is eigenlijk, wordt het altijd gezien als een evolutionair overblijfsel. Het heeft eigenlijk geen functie. Ik kan me ook wel herinneren dat ik op de, in mijn geneeskundestudie leerde, ja, dat is een evolutionair overblijfsel. Je hebt hem niet nodig. Hij kan alleen maar ontsteken, kan alleen maar last geven. Inmiddels weten we wel beter. Er is wel degelijk een functie. De blinde darm lijkt een soort kluis voor darmbacteriën. Die zitten daar een soort van in een reservoirfunctie opgeslagen. En als ze nodig zijn, dan kunnen ze eruit komen. We weten bijvoorbeeld in Afrika, als je cholera hebt en dus echt heel veel diarree hebt en bijna geen normaal microbioom meer in je darmen, dat je sneller herstelt als je je appendix nog hebt. Dus dat je je darm weer kunt bevolken met je eigen bacteriën. En dat die blinde darm ook een immunologische functie heeft. Dus door die bacteriën die vanuit die blinde darm in de dikke darm kunnen komen, kan het ook goed doen. Maar u kunt zich voorstellen dat juist bij colitis ulcerosa, bij patiënten waarbij het immuunsysteem verkeerd reageert op deze darmbacteriën, op deze microbiota, dat het ook een slecht bezit kan zijn. En dat concept is helemaal niet nieuw. Dus dat je een blinde darm zou kunnen verwijderen voor colitis ulcerosa, is op zich helemaal niet zo'n nieuw concept.
Het grappige is dat er eigenlijk de eerste publicatie al in 1987 was. Daar hadden ze in een hele grote epidemiologische studie hadden ze gekeken. Hadden ze een groep kinderen, pasgeborenen, gevolgd tot in hun 20, 30er jaren. Jarenlang om te kijken welke kinderen krijgen nou colitis of Crohn. En daaruit hadden ze risicofactoren gezocht. Bijvoorbeeld heel veel gebruik van antibiotica in hun jeugd. Risicofactoren genetisch of ouders het hadden, et cetera, et cetera. En een van die dingen die ze vonden was dat kinderen die op kinderleeftijd hun blinde darmen hadden ingeleverd voor een appendicitis, eigenlijk later nauwelijks colitis ulcerosa kregen. En interessant is dat in deze eerste studie wordt dan gezegd, wordt het een heel klein zinnetje beschreven midden in de resultaten, van oh ja, en kinderen die een blinde darmen hadden ingeleverd voor blinde darmontsteking, die kregen geen colitis, maar dat zal wel toeval zijn. Nou, dat werd meteen opgepakt en u hoeft het helemaal niet te lezen hoor. Het gaat me er alleen maar om dat er inmiddels 38 studies zijn. En niet studies met 10 patiënten, maar studies met duizenden patiënten. Die 38 van die studies die allemaal hetzelfde laten zien. Dat als je je blinde darm niet meer hebt, als je die op kinderleeftijd chirurgisch is verwijderd in verband met appendicitis, dat je dan een lagere kans hebt op het ontstaan van colitis ulcerosa. En dat concept is natuurlijk interessant. Want als het kan beschermen, zou het dan ook zo kunnen zijn dat als je colitis ulcerosa hebt en je haalt die blinde darm weg, dat je dan minder ziektelast krijgt. Nou, er zijn maar eigenlijk maar 2 studies die hebben gekeken naar mensen die colitis ulcerosa hebben, maar die in remissie zijn om te kijken of als je je blinde darm niet meer hebt, of als je die weghaalt, of je dan minder opvlammingen krijgt. Dat zijn retrospectieve studies van een beetje matige kwaliteit. En daarom doen wij nu in het AMC, met meerdere ziekenhuizen in Nederland en in Engeland, de ACURE trial, waarin wij mensen die in remissie zijn met colitis ulcerosa laten loten voor een blinde darmoperatie of niet. En dan kijken na een jaar of er in de ene groep meer of minder opvlammingen zijn. Er zijn meer studies die hebben gekeken bij patiënten die inmiddels heel ziek zijn van de colitis ulcerosa en waarbij de ontsteking niet in remissie komt, of een appendectomie, dus het verwijderen van de blinde darm, ingezet kan worden om bijvoorbeeld zo'n colectomie, dus zo'n grote operatie waarbij je je hele darm en de endeldarm weghaalt, of een appendectomie, dat kan voorkomen. En daar zijn inmiddels best wel wat data over. Er zijn 13 studies die naar meer dan 73.000 colitis ulcerosa patiënten hebben gekeken. En die hebben gewoon teruggekeken in de tijd van hoeveel mensen hadden nou een appendectomie ondergaan in het verleden. En hoeveel mensen hebben nu dan een colectomie of een colon eruit moeten laten halen voor colitis ulcerosa. En interessant is dat je dan ziet dat eigenlijk het percentage mensen dat tot colectomie komt vergelijkbaar is in de beide groepen, maar dat er wel een groot verschil zit in hoe lang die mensen dat colon houden. Dus bij mensen die een appendectomie hadden ondergaan, dus die geen appendix meer hebben, daar zag je dat het gemiddeld 13 jaar duurde voordat zij een dusdanig ernstige ziekteactiviteit hadden dat ze een colectomie moesten ondergaan. Terwijl de patiënten die hun appendix nog hadden, daar duurde dit maar 7 jaar. En dat was toch een behoorlijk significant verschil. Met deze data zijn vervolgens ook 2 prospectieve studies gestart, zoals we dat noemen. Dus echt een studie waarbij je gaat kijken, ik ga nu de blinde darm weghalen, wat gaat dit doen? Dus niet terugkijken van, oh, wie had zijn blinde darm ingeleverd en heeft dit geleid tot wel of niet een colectomie? Maar volgen, dus je hebt een patiënt met een actieve colitis ulcerosa en die biedt je aan om een blinde darmverwijdering te ondergaan ter voorkoming van een colectomie. De eerste die dat deed, dat was een Australiër, Bolin et al. Dat kon waarschijnlijk wat makkelijker in Australië, want zij hadden toch een beetje bijzondere medisch-ethische toestemming. Zei Bolin, de chirurg, heeft dit gewoon gedaan bij mensen waarvan hij vond dat hij eigenlijk nog geen zin had om die dikke darm eruit te halen, omdat alleen het laatste stuk ontstoken was. En die heeft dat deze mensen aangeboden. En hij zag in 30 patiënten, bij 90% van de patiënten, verbetering van de ziekteactiviteit. En 40% kwam in complete remissie. Dus zelfs als je endoscopisch kijkt, geen ziekteactiviteit meer. Nou, die data vonden wij zo interessant dat wij in het AMC ook gestart zijn met zo'n studie. Die hebben wij de Passion Studie genoemd, van Compassionate Use. Dus mensen die eigenlijk een colectomie zouden moeten krijgen, maar waarbij we eerst aanboden om een appendectomie te ondergaan. Daar hebben we ook 30 patiënten in geïncludeerd. En daarin zagen wij op zich ook een goede respons. Niet zo goed als Bolin et al, maar hij had wat minder uitgebreide ziektepatiënten. Wij zagen in de Passion Studie 46% klinische respons, maar ook 25% van de patiënten die endoscopisch in remissie was.
35% onderging alsnog een colectomie, maar dat is dus heel wat anders dan de 100% die dit misschien eigenlijk had moeten ondergaan. En we hebben inmiddels best een lange follow-up. We zijn nu meer dan 4 jaar verder. En we zien eigenlijk die Mayo-score is een maat voor de ernst van de ontsteking en de ziektelast. En je ziet eigenlijk dat die over de jaren heen laag blijft. Dus initieel dan verlaagt hij heel erg. En je ziet eigenlijk dat wel een respons is die toch lang aanhoudt. Dus dat het niet even een half jaartje fijn is, maar dat je echt tot 4 jaar effect ziet. En dan kom ik nu op de pouch. Als chirurg hebben we eigenlijk niet heel veel tussenliggende opties. Dus het is eigenlijk nu of in studieverband de blinde darm eruit halen, of vervolgens, zoals ik net zei, de dikke darm en de endeldarm, dus de proctocolectomie, eruit halen en dan eventueel op termijn een pouch aanleggen. Nou, zo'n pouch, dat is een reservoirfunctie, eentje die de chirurg maakt, omdat die endeldarm is normaal gesproken het orgaan waar je wat zorgt dat je niet de hele dag door ontlasting hebt. Dit is een reservoirfunctie die de ontlasting kan bundelen en waardoor je 1 of 2 keer per dag ontlasting hebt. Je kunt dus niet zomaar de dunne darm aansluiten op de anus. Zoals u misschien wel weet, als je een dunne darm naar buiten haalt als stoma, dan blijft het ook 24 uur per dag ontlasting lopen. En als je die dunne darm gewoon op de anus zou aansluiten, dan heb je eigenlijk bijna een stoma tussen de benen. Dus daar moeten we een technische truc voor verzinnen en dat is de pouch geworden. Nou, en door de decennia heen zijn er heel wat constructies van deze pouch getest. Eigenlijk bijna alle letters uit het alfabet. Je had de S-pouch en de J-pouch en de W-pouch en de B-pouch en de K-pouch. Hoe technisch vernuftiger, hoe ingewikkelder natuurlijk en hoe meer complicaties. Maar het bleek ook dat het niet zozeer uitmaakte of je die pouch qua volume nou immens groot maakte. Zoals bijvoorbeeld die W-pouch die je daar op het plaatje ziet. Daar kregen mensen op den duur juist alleen maar last van omdat er te veel ontlasting bleef staan. Uiteindelijk was dus de makkelijkste variant, de J-pouch, technisch het makkelijkste, had de minste complicaties en ook de beste functionele resultaten. Dus dat is eigenlijk de pouch die nu standaard gemaakt wordt. En waar draait het dan om als je als chirurg zo'n pouch gaat aanleggen, die hele dikke darm eruit haalt en een pouch gaat maken? Het draait om kwaliteit van leven. Colitis ulcerosa is geen maligne ziekte, dus het is een ander concept en een ander uitgangspunt dan oncologische chirurgie. Hier gaat het echt om kwaliteit van leven. En als we het hebben over kwaliteit van leven, dan gaat het uiteraard over pouchfunctie. Over hoe vaak zit een mens dan op het toilet? Is hij daarbij continent? Kan die pouch ontsteken en hoe vaak gebeurt dat? En hoe vaak faalt die pouch? Dus hoe vaak lukt het niet om de pouch te bewaren omdat de kwaliteit van leven te slecht is? En als ik daar als chirurg iets over zou moeten vertellen, dan komt het eigenlijk bijna altijd neer op een naadlekkage. Nadat je die dikke darm eruit hebt gehaald en je hebt die pouch gemaakt, dan moet je die aansluiten op het kringspiercomplex, op de anus die nog staat. En die verbinding, die moet goed zijn. Als daar wat ontlasting, wat bacteriën door naar buiten lopen en er dus net achter die pouch een absces komt, dan kunt u zich voorstellen dat zo'n absces, zo'n ontsteking, zorgt voor littekenweefsel, voor irritatie van die pouch. Een mens kan daar zelfs heel ziek van worden, maar het kan ook leiden tot een hele slechte functie van die pouch. En dat is dus iets waar wij als chirurg eigenlijk altijd mee bezig zijn. U ziet hier ook, het is een beetje klein, maar dit is een mooie studie uit Amerika. Eigenlijk de Mayo Clinics en de Cleveland Clinics die de grootste series aan pouches doen, de grootste aantallen doen. Als die gaan kijken naar de risico's van pouch-excisies, dus van pouch-falen, dan is dat in het merendeel van de patiënten een sepsis. En sepsis is een ander woord voor ontsteking en dus zo'n naadlekkage bij die pouch. En ook als we in onze eigen serie gingen kijken, dan ziet u in het rechter figuurtje ziet u 2 lijnen lopen. En dat is het percentage van mensen dat de pouch nog goed functionerend heeft. En dan ziet u in de blauwe lijn dat eigenlijk meer dan 95% is van de mensen die nog een goed functionerende pouch hebben. En dat is de groep waar geen naadlekkage had plaatsgevonden. En de groep die het dus veel slechter doet, dus die een veel hoger pouchfalen percentage heeft, dat is de groep die last had van zo'n naadlekkage. Wat zijn dan die risicofactoren op naadlekkage? Het is als chirurg natuurlijk prettig om eerst te beginnen bij de risicofactoren van de patiënt. En die risicofactoren die zijn eigenlijk een beetje inherent aan de ziekte, aan de colitis ulcerosa, aan de activiteit.
Mensen die komen voor chirurgie zijn mensen vaak met ernstige ontsteking waar de medicatie faalt. Mensen zijn al lang bezig, hebben toch weer nog een ander medicijn geprobeerd. En het zijn dus vaak mensen die bij mij op de poli komen in matige voedingstoestand, met een slechte conditie. En dat zijn echt twee cruciale factoren op zo'n naadlekkage. Naadlekkage is wondgenezing. Daar heeft een mens eiwitten voor nodig en daar moet bloed naartoe. En hangt dus echt heel erg samen met voeding en conditie. Ook roken, zoals bij bijna alle chirurgische complicaties, wondgenezing, daarop heeft roken een slechte invloed. Maar ook, en dat is dus een beetje een catch-22, medicatie. En juist die medicatie die gebruikt wordt voor colitis ulcerosa. Prednison, anti-TNF, het heeft allemaal een slechte invloed op de wondgenezing. En er zijn verschillende studies over verschenen. En dan is er weer één studie die al die studies bundelt. En dan die de resultaten bij elkaar publiceert. En deze Belgische studie, heeft 7 studies gecombineerd. Waar dan meer dan 600 patiënten in zitten. En die laat inderdaad zien dat juist die anti-TNF een verhoogd risico geeft op complicaties in pouchchirurgie. En dat dit wel leidt tot 20% infectieuze complicaties. Of in 20% van de patiënten. Dat is echt hoog. Dat is 1 op 5. Uiteraard zijn er ook technische aspecten aan zo'n procedure. En dan is het aan ons als chirurgen heel erg om na te denken. Hoe gaan we dit bij deze patiënt doen? En de eerste vraag die we dan moeten stellen is. Als die dikke darm eruit moet vanwege ziekteactiviteit. Gaan we dan die hele dikke darm, die endeldarm er in 1 keer uithalen? Maken we meteen de pouch? Of gaan we dat in stappen doen? Dus is dat dan 1-stapsprocedure, dus meteen alles eruit en de pouch maken. Wordt dat een 2-stapsprocedure, dus dat je wel al de pouch maakt, de hele dikke darm weghaalt, de pouch maakt, maar er een stoma boven zet. Of wordt dat een 3-stapsraket, waarbij je eerst de dikke darm weghaalt, een stoma aanlegt, dan de endeldarm weghaalt en de pouch maakt met een stoma en dan het stoma sluit. Daar is veel onderzoek naar gedaan, daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar aangetoond is wel dat juist bij colitis ulcerosa, waar mensen over het algemeen toch in slechte conditie zijn, dat een 1-stapsprocedure niet gewenst is. Dat geeft echt een te hoog risico op complicaties. En we hebben nu eigenlijk altijd de voorkeur voor een 2-stapsprocedure, en wel een gemodificeerde 2-stapsprocedure, waarbij je in eerste instantie het merendeel van de dikke darm weghaalt, dus de hele dikke darm en alleen het laatste stukje endeldarm laat staan, waar je later de pouch legt, en dat je in de tweede stap dat stukje weghaalt en een pouch maakt, dan geen stoma er meer boven. Als je namelijk die 2e procedure doet op een moment dat de patiënt weer in goede voedingstoestand is, een goede conditie heeft, dan is dat risico op zo'n naadlekkage dusdanig gereduceerd dat een stoma eigenlijk voor die 2e stap niet een heel groot bijdragende factor is. Ook een technisch aspect is, hoe doe je dat dan? Nou, we hebben inmiddels ook aangetoond dat zo'n grote kras van het middenrif tot aan de symfyse niet meer van deze tijd is. Los van het feit dat het herstel dan veel langer duurt, je hebt een veel grotere wond, zijn er ook allerlei nadelen op de lange termijn. Grote snee maakt veel verklevingen en die laparoscopie, zo'n kijkoperatie, zorgt echt voor minder verklevingen en een daarbij verhoogde fertiliteit. Het geeft minder buikwandbreuken, littekenbreuken en het is absoluut veel fraaier voor de cosmetiek. En dit wil ik nu dan even vanavond toch niet onthouden. Zo'n zwangerschap na pouch, er is altijd veel over te doen. Het is natuurlijk, colitis ulcerosa treft vooral jonge mensen. En het is zo'n gezinsplanning en een zwangerschapswens na pouch is altijd wel een issue op de poli. En daarom wil ik u toch graag dit grafiekje laten zien. Dit is een grafiek waarin staat hoeveel mensen zwanger geworden zijn na een pouch. Dus vrouwen met een zwangerschapswens. En dan zie je in de blauwe lijn zie je het percentage dat zwanger is geworden na een open procedure, dus de grote open chirurgie. En dat blijft dan steken op 40%. Terwijl met de kijkoperatie is dit gestegen naar 85% tot 90%. En dat is eigenlijk precies vergelijkbaar met het percentage dat spontaan zwanger wordt in de normale populatie. Dan zijn er nog wat technische aspecten. Zo'n nieuwe verbinding, dus die naad, moet natuurlijk goed door bloed zijn.
En dat goed doorbloed, daar let je heel erg op als chirurg. Maar u kunt op het bovenste plaatje links zien dat met wit licht, dus de roze darm die u ziet, die ziet er eigenlijk best wel goed uit. En als we daar nu tegenwoordig fluorescentie voor gebruiken, dus ICG, indocyanine groen, inspuiten, dan dat wordt vervoerd via de bloedbaan en dat ligt op onder een bepaalde microscoop, onder een bepaalde camera, en dan zie je welk stuk groen is goed doorbloed. En als u nou in het filmpje kijkt, dan zag u net daar een heel stuk groen worden. Het laatste stukje, kijk, hier ziet u het nog een keer, zie je dan niet groen worden. En dat zie je met het wit licht eigenlijk helemaal niet zo goed, want het ziet er allemaal best wel roze uit. En dat laatste stukje is dan toch net niet helemaal goed doorbloed. En dat helpt ons om de plaats van die naad, dus het stuk darm wat we willen gebruiken voor die pouch, nog beter te kunnen bepalen. En dus een beter en dus minder naadlekkages krijgen en dus betere resultaten van de chirurgie. En als er dan toch zo'n naadlekkage ontstaat, wat dan? Hier ziet u een voorbeeld. Ik heb allemaal chirurgische plaatjes, vergeef me, ik ben chirurg en wij dealen dagelijks met dit soort dingen. Hier ziet u eerst een plaatje van een CT-scan, waarbij je ziet dat als je contrast geeft via die pouch, dat er een heleboel vocht achter die pouch staat in het kleine bekken. En je ziet ook op het endoscopieplaatje, zie je een heel gat rondom de ingang van die pouch. Nou, dat is het defect, dat is die naadlekkage. En je ziet dat dat defect smerig is. Dat is een geïnfecteerde holte. En vroeger was het zo, dan draineerden we dat en dan hoopten we dat de natuur welwillend zou zijn en dit gat zou dichten. Tegenwoordig hebben we daar een veel betere techniek voor. Hebben we een endospons. Dat is een klein vacuümsponsje wat je precies in die holte kan leggen. Dat zuigt dan actief die holte schoon. En eigenlijk met een paar dagen al zie je dan dat dat defect helemaal schoon is. En kunnen we het daarna direct sluiten chirurgisch. Je moet deze behandeling wel doen onder een tijdelijk stoma, omdat er anders te veel ontlasting langs dat defect loopt en dan krijg je die holte niet goed schoon en de endospons niet goed op vacuüm. Maar dat is dan uiteraard een tijdelijk stoma. En op het moment dat dat naaddefect gesloten is en het gat weer helemaal dicht is, kan het stoma ook direct weer worden opgeheven. En we zien ook, als we nu onze resultaten, als iemand dan zo'n naadlekkage krijgt, dat de resultaten na een endosponsbehandeling veel beter zijn dan wat wij vroeger deden. We zien dat de functie veel beter is. Dat ziet u in het blauwe eerste grafiekje. Daarin zie je eigenlijk dat mensen met symptomen veel lager zijn dan in het rode grafiekje wat vroeger was, waarbij we dus een afwachtend beleid hadden. Daar zie je dat toch een groot deel van de patiënten, bijna een derde, matige tot ernstige symptomen heeft. En dat zie je bijna niet in dat blauwe grafiekje. En ook als we kijken naar pouch falen op de lange termijn, dan zie je dat die frequentie is afgenomen. Dus na het afwachtende beleid van vroeger hadden we 5 van de 22 mensen met een lekkage die daarna hun pouch verloren. Dus chirurgisch verwijderd kregen omdat de functie te slecht was. En dat hebben we tot nu toe niet gezien bij mensen na een endosponsbehandeling. Dus ja, we worden steeds een beetje beter. Uiteindelijk geeft zo'n pouch als functie ongeveer een ontlastingsfrequentie van 5 tot 7 per 24 uur, heeft 80 tot 100% een goede continentie, heeft wel het merendeel van de patiënten enige vorm van antidiarree-medicatie nodig, wat vaak loperamide is, wat gewoon bij het kruidvat verkrijgbaar is. De lange termijn uitkomsten, hoewel op zich goed, laten wel zien dat toch een substantieel deel van de patiënten, tot 50%, een keer in zijn leven te maken krijgt met pouchitis, een ontsteking van de pouch. Niet te verwarren met colitis, wat een auto-immuunziekte is, maar een pouchitis, wat we dan behandelen met antibiotica. En dat pouchfalen, waar ik u net al wat over vertelde, dat is dan ongeveer in de huidige series 0,5 tot 1% per jaar. En wat ik dan nog wel even leuk vind om mee af te sluiten, is dit is een grafiekje over kwaliteit van leven. Wat we in het AMC hebben gedaan, is dat we patiënten met een pouch, zonder naadlekkage, goed functionerende pouch, hebben vergeleken met patiënten die in remissie zijn op anti-TNF. Dus allebei een groep patiënten waarvan je zegt, er is geen ziekteactiviteit, er zijn geen complicaties van de medicatie of van de chirurgie. En dat hebben we vergeleken in kwaliteit van leven. En als je dat vergelijkt, zie je dat de chirurgische groep het eigenlijk nog beter doet dan de groep in remissie op anti-TNF.
En daar wilde ik graag als chirurg mee afsluiten. In conclusie denk ik dat we kunnen zeggen dat een interessante nieuwe ontwikkeling is de appendectomie, dus het verwijderen van de blinde darm, wat we kunnen inzetten ter voorkoming van opvlammingen of ter preventie van een colectomie. Dit is allemaal nog wel in studieverband. En als chirurgische opties, de pouch, is tegenwoordig gebruikt dat we altijd een tweestapsprocedure doen bij mensen met actieve ziekte. Dus eerst alleen de dikke darm verwijderen en een tijdelijk stoma. En dan als iemand in goede conditie is, de pouch maken. Zodat we de patiënt pre-operatief kunnen optimaliseren. En we zijn druk bezig met het optimaliseren van onze chirurgische technieken, zodat de resultaten beter en beter worden. En al met al denk ik dat een pouch toch kan zorgen voor een goede kwaliteit van leven. Hartelijk dank. Dankjewel, Christiane. Ik ben weer terug, want ik heb deze rol maar even op mij genomen vandaag. Er zijn weer hele leuke vragen. Binnen een aantal vragen heb je ook al beantwoord. Bijvoorbeeld de vraag, hoe vaak moet je gemiddeld naar de wc als je een pouch hebt? Die heb je al beantwoord. Gemiddeld is altijd wel moeilijk. Dan moet ik nog even. Een gemiddelde is een gemiddelde. Omdat we alles optellen en dat dan delen door het aantal patiënten waar we naar gekeken hebben. En dan kom je uit op een getal. Maar gemiddeld betekent, er zitten patiënten vanuit mijn praktijk bij, die zitten op 3 keer per dag. Een uitzondering. Er zitten ook echt mensen bij met een wat slechter functionerende pouch die rond de 10 uitkomen. Maar gemiddeld zeggen we zo tussen de 5 en 7. Dat vinden wij eigenlijk best een heel goed resultaat. Minimaal 1 keer per nacht, gemiddeld genomen. Gemiddeld is het inderdaad 5 keer per dag en 1 keer per nacht. Ja, dan is de vraag, kan ik eigenlijk mijn blinde darm zomaar verwijderen? Kan dat? Nou, zelf lijkt me niet de meest aangewezen manier. Maar we hebben natuurlijk, er is best een beetje een verandering van het concept hierover. Want we hebben echt heel lang gedacht dat die blinde darm een nutteloos wormvormig aanhangsel was. Ik heb voordat ik hier IBD-chirurg werd, talloze blinde darmen verwijderd. En ik heb daar nog nooit een moment vervelend over gevoeld of gedacht van, oh, doe ik die patiënt nu, mist die nu een orgaan? Het enige wat ik zou kunnen bedenken waarom het wat minder fijn is, is dat als mensen later in hun leven een keer clostridium krijgen, dan gaan we een heel andere kant op, maar dat is een infectie van een darm, bijvoorbeeld naar aanleiding van heel veel antibiotica gebruik, dat je dan nog wel eens een appendix nodig zou kunnen hebben om het herstel van die infectie wat sneller te laten lopen. Maar verder zijn er eigenlijk niet heel veel functies nu van een blinde darm, waardoor je zegt, nou dat moet u echt houden. En zeker bij mensen met colitis ulcerosa, denk ik dat het een meer nadelen geeft dan voordelen. En een blinde darm eruit halen tegenwoordig met een kijkoperatie. Het zijn 3 sneetjes van 0,5 centimeter. Het is dagbehandeling. U komt 's ochtends, u gaat 's avonds. Ik moet ook altijd als chirurg me een beetje inhouden om er niet te luchtig over te doen. Het is een operatie. Ik zou de eerste week daarna niet gaan werken. Ik zou echt even wel rust nemen. Maar het is een dagbehandeling. Het is niet heel ingewikkeld. Ja. En over functie van de dikke darm dan gesproken, hè, dus van de blinde naar de dikke darm. Hoe zit het met de opname van bijvoorbeeld vitamines na het verwijderen van de dikke darm? Ja, wat een leuke vraag. Ja, daar heb ik inderdaad even niks over gezegd. Omdat het alle opnamefunctie van de darm zit allemaal in de dunne darm. Dus voeding, vitamines, wordt allemaal in de dunne darm opgenomen. De functie van de dikke darm is puur het eruit halen van vocht, zodat je gebonden ontlasting krijgt. Dus de dikke darm eruit heeft op zich geen enkele consequentie voor een voedingstoestand, maar geeft dus wel dunne ontlasting. En dat is ook de reden dat we een pouch nodig hebben en dat mensen toch relatief vaak naar de wc gaan, omdat je dunne ontlasting hebt. Ja. En dan is er nog een vraag van hoe is het mogelijk dat er patiënten zijn met colitis ulcerosa, waarvan dan hun darmen zijn verwijderd, hun dikke darm is verwijderd, dat ze dan later klachten krijgen aan hun andere organen? Ja. Wat een goede vraag en wat lastig om daar een goed direct antwoord op te geven. Het gaat meerdere kanten op. We weten dat een klein deel van de patiënten gediagnosticeerd met colitis ulcerosa naar de hand toch Crohn ontwikkelt. Dat kan ofwel zijn omdat wij initieel de diagnose niet goed hadden, of omdat er toch een soort verandering is van het fenotype, dat het na de hand toch meer op Crohn lijkt. En dan kan het dus weer van mond tot kont en dus ook in een ander deel. We weten ook dat colitis ulcerosa, en ik weet dat ik zo begon in mijn praatje, het is een ziekte van de dikke darm en die eruit is genezing. Maar het is, er is ook een deel van de patiënten wat bijvoorbeeld extra intestinale manifestaties heeft. Dus je ziet het ook wel mensen met gewrichtsklachten. We hebben het idee dat het aan elkaar gerelateerd is. Dus mensen die een
colectomie en dus die een hele dikke darm kwijt zijn, hebben over het algemeen geen gewrichtsklachten meer, want dat is gerelateerd aan ziekteactiviteit, maar dat is niet 100%. Nee. Ik denk dat ik de laatste vraag, die had ik expres net niet gevraagd, omdat ik wist dat dit ook nu zeg maar ter sprake zou komen. Een vraag van Janine: zijn deze biologicals ook effectief bij de terugkerende pouchitis? Die kan ik ook zelf beantwoorden als jij dat oké vindt. Wij doen dat vaak samen, dus wij hebben hier een heel uitgesproken mening over. Nee, dus we hadden natuurlijk de presentatie van Mark Leunberg over de verschillende medicamenteuze therapieën voor colitis ulcerosa. En inderdaad geven wij vaak in onderzoeksverband deze biologicals en nieuwere geneesmiddelen ook aan patiënten met inderdaad terugkerende pouchitis. Dus patiënten die vaak antibiotica moeten krijgen, mits er is uitgesloten dat er sprake is van een lekkage. Hè, die foto's hebben jullie net gezien van dokter Buskens. Ja. Dat is een heel belangrijk concept. En dus ook niet als eerste. Hè? Marjolein, dat vind ik toch wel fijn om te benadrukken. Een pouchitis is echt voor het merendeel van de patiënten met een pouch een eenmalig event, waarbij je een antibiotica-kuur goed zijn werk doet. En een klein percentage van de patiënten met een acute pouchitis krijgt een chronische pouchitis. En dan belandt u eigenlijk van de chirurg weer bij de MDL-arts. En dan gaat het riedeltje medicamenteuze behandelingen, zoals we dat in het vorige verhaal hebben gehoord, weer van start. Ja. En u kunt zich zo voorstellen, u zag ook de grafieken van dokter Leuenberg, hoeveel mensen er worden geïncludeerd, deelnemen aan de studies, voordat je echt resultaten hebt waarmee je wat kunt. Hè? En we hebben natuurlijk veel minder patiënten met een pouch. En daarvan heeft maar een heel klein percentage ook pouchitis wat terugkomt. Dus het is best lastig om zulke grote aantallen dan bij elkaar te krijgen. Dus wat dat betreft is het bewijs wel minder groot. En zijn het allemaal overwegingen die we dan samen in de spreekkamer maken, als daar eventueel behoefte aan is. Nou, heel veel dank. We gaan beginnen aan een pauze. We zijn iets verlaat, maar ik vond het allemaal zelf weer heel erg boeiend om naar jouw presentatie te luisteren, dus ik wilde je niet onderbreken. Excuse. We gaan een video kijken van de patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL en we zien jullie dan weer terug na deze pauze. Tot zo. IBD is de verzamelnaam voor chronische darmaandoeningen, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 90.000 mensen in Nederland hebben IBD. Misschien heb je gehoord dat je IBD hebt en komt er veel op je af. Bij Crohn en Colitis NL kun je terecht voor het antwoord op al je vragen. Je krijgt 4 keer per jaar ons magazine. Je kunt gratis naar bijeenkomsten in je buurt of online en andere mensen met IBD ontmoeten. En je krijgt een toiletpas waarmee je kunt laten zien dat je vanwege medische redenen meteen een toilet nodig hebt. Crohn en Colitis NL komt op voor jou en onze belangen. Wacht niet langer en word daarom lid van Crohn en Colitis NL. Met elkaar sterker. Hallo. Mijn naam is Geert Daens. Ik ben hoogleraar maagdarm- en leverziekte hier aan Amsterdam UMC. En momenteel coördineer ik de zorg en het onderzoek naar de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Vele jaren geleden heb ik onderzocht hoe het komt dat patiënten met de ziekte van Crohn, die geopereerd worden, dat de ziekte toch telkens terugkomt. Maar de laatste jaren kijk ik voornamelijk naar nieuwe behandelingen, nieuwe medicijnen en vooral ook naar methoden om uit te maken welke patiënt het goed gaat doen op welk medicijn. En de komende jaren hopen we met zoveel onderzoekers en zoveel nieuwe technologie een oplossing te vinden voor deze vervelende ziektes, zodanig dat de toekomst er gewoon leuker en stralender uitziet. Mijn naam is Cyril Pontioen en ik houd mij binnen de IBD-groep in het Amsterdam UMC vooral bezig met colitis ulcerosa en de rol van het microbioom, de darmbacteriën, in het ontstaan, maar ook de behandeling daarvoor. En tevens hou ik me bezig met een galwegziekte PEC, genaamd primaire sclerosing cholangitis, die vaak voorkomt in samenhang met colitis ulcerosa. Daar leid ik een 2-tal onderzoeksgroepen in. Binnen de afdeling maagdarm- en leverziekte heb ik, Nonne de Boer, mij toegelegd op de behandeling van patiënten met chronische inflammatoire aandoeningen. En dat doen we samen. Dus samen met de patiënt, maar ook samen in een team. Samen betekent ook dat we op de polykliniek goed gaan bespreken wat de voor's en tegen's zijn van de behandeling. Laagdrempelig contact en persoonlijke behandeling zijn belangrijk voor mij om goede zorg te kunnen leveren. Wetenschappelijk gezien leg ik mij toe op de behandeling van darmziekten
door oude medicamenten opnieuw af te stoffen. Tevens probeer ik op zoek te gaan naar nieuwe niet-invasieve biomarkers. Dat doe ik door op zoek te gaan naar nieuwe speurstoffen in de ontlasting. Maar ook probeer ik aan ontlasting te snuffelen met een zogeheten elektronische neus om beter de ziekte op te kunnen sporen en gemakkelijker te kunnen vervolgen over de tijd. Mijn naam is Christina Letze. Mijn aandachtsgebieden zijn intestinale echografie. Het is een non-invasieve onderzoek waarbij we de darmen in beeld kunnen brengen en die vaak ook in plaats van endoscopie, dus in plaats van invasieve onderzoeken, wordt gebruikt om de ziekteactiviteit bij patiënten met een ontstekingsdarmziekte te bepalen. Elke vrijdag, samen met dokter Buskens, doen we een fistopolie. Dat is een spreekuur waarbij de patiënten met een perianale fistel bij de ziekte van Crohn, samen met dokter Buskens, dus een van de chirurgen, worden gezien en een gezamenlijke advies wordt gegeven. Eén keer per week doe ik ook zwangerschapspolie. Dat is voor patiënten die een zwangerschapswens hebben of die al zwanger zijn. En dan kan ik advies geven over hoe ze met de zwangerschap en met de IBD tegelijkertijd om kunnen gaan. Hallo, mijn naam is Mark Leuvenberg. Ik werk als maag-darm-levenarts in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Met als aandachtsgebied de zorg van patiënten met inflammatoire darmziekte, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Ik ben op dat gebied ook gepromoveerd in het lab, maar mijn interesse gaat toch echt uit naar de klinische zorg, naar de patiëntenzorg. We hebben onderzoek gedaan en doen het nog steeds met een camerapil die patiënten slikken. We werken nauw samen met de afdeling radiologie, waarbij we bijvoorbeeld de MRI proberen te optimaliseren. En zoals eerder gezegd, met het Imaging Center aan de VU willen we nauwer gaan samenwerken. En tot slot ben ik ook geïnteresseerd in kwaliteit van levenonderzoek bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dag, mijn naam is Joep Grootjans en ik ben sinds januari 2021 werkzaam als maag-darm levenarts in het Amsterdam UMC. Naast het endoscopisch verwijderen van grote polypen is mijn aandachtsgebied IBD, inflammatory bowel diseases of een chronische ontstekingsziekte van de darm. Naast patiëntenzorg besteed ik een substantieel deel van mijn tijd ook aan bazaal wetenschappelijk onderzoek. Die combinatie vind ik zeer interessant, omdat ik voor patiënten klinisch relevante problemen naar het laboratorium kan brengen en oplossingen kan vinden. En hoop ik de kwaliteit van leven van de patiënten met IBD te kunnen verbeteren. Mijn ultieme doel is het begrijpen van hoe IBD ontstaat, om op deze manier uiteindelijk IBD te kunnen genezen en misschien zelfs wel te kunnen voorkomen. Mijn naam is Wouter de Jonge. En ik geef leiding aan het onderzoek van het maag-darm-levenziekte in het Tijdgat Instituut, dat is verbonden aan het AMC. En wij zijn erg geïnteresseerd in waarom IBD nu eigenlijk ontstaat. En wij willen graag weten wat bijvoorbeeld de cellen zijn en de bacteriën, wat is de rol van voeding in het ontstaan van de ziekte. Maar ook willen we graag begrijpen waarom sommige mensen reageren op een bepaalde medicatie, een bepaalde therapie en sommige niet. En daarvoor hebben we allerlei analyseapparatuur ontwikkeld, en waarbij we gebruik maken van samples, van bloed en weefsel van het IBD-centrum. En zo komen we tot de ware oorzaak van het ontstaan van de ziekte van Crohn en kunnen we dus ook de behandelmethode verbeteren. Mijn naam is Petra Waaienberg, verpleegkundig specialist inflammatoire darmziekte. Door de jaren heen heb ik een speciale interesse gehad in mensen met een zwangerschapswens en heb ik met veel plezier jongvolwassenen begeleid naar de volwassen zorg. Binnen de zorg vind ik het belangrijk om persoonlijk contact te maken, om een laagdrempelig aanspreekpunt voor patiënten te zijn. Ik vind het belangrijk om gezamenlijk tot een beslissing te komen welke behandeling het meest passend is. Hallo, ik ben Maria de Jong en ik ben al meer dan 10 jaar met veel plezier verpleegkundig specialist in het AMC. In deze functie ben ik samen met mijn collega het eerste aanspreekpunt voor patiënten, voor als er vragen zijn of klachten en bij het begeleiden van het hebben van deze ziekte en de behandeling. Naast de directe patiëntenzorg houd ik me bezig met kwaliteit en innovatie. Dat wil zeggen dat ik samen met het team kijk hoe de zorg beter georganiseerd kan worden, zowel voor als achter de schermen. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in darmecho's bij deze darmziekte. Dit is een heel patiëntvriendelijk onderzoek waarbij je makkelijk kan zien of er sprake is van ontsteking in de darm.
Ik ben Suzanne Stolten, ik ben een van de IBD-verpleegkundig specialisten. Wat ik leuk vind in mijn werk is patiënten begeleiden en samen met patiënten zoeken naar de juist mogelijke oplossing, met ze meedenken. En een beetje een aanspreekpunt blijven in de grote hectische medische wereld. Goed bereikbaar zijn voor mensen. Laagdrempelig contract op kunnen nemen. Dat zijn eigenlijk wel de dingen die ik heel belangrijk vind in het werk. En die me ook voldoening geven als ik iemand voor mijn gevoel goed heb kunnen helpen. Hallo, ik ben Jacqueline Zwager, een van de verpleegkundige specialisten bij Amsterdam UMC voor patiënten met chronische darmziekten. Ik en mijn collega's zijn eerste aanspreekpunt voor patiënten bij vragen of klachten. Persoonlijk liggen mijn interessegebieden bij perinale problematiek, zoals perinale fistels. En daarnaast hou ik me bezig met het verbeteren van de transitie tussen de kinderpolie en de volwassenpolie. Hallo, mijn naam is Bart Muuskens en ik ben in opleiding tot verpleegkundig specialist voor patiënten met inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Als verpleegkundig specialist probeer ik een laagdrempelig aanspreekpunt voor IBD-patiënten te zijn, waarbij ik probeer het verpleegkundig en het medisch domein aan elkaar te koppelen. Dat houdt in dat ik naast de ziekte ook kijk naar alle omgevingsfactoren. Dus kijk hoe u de ziekte kunt inpassen in uw persoonlijke leven, zoals bijvoorbeeld uw werk, privéomstandigheden en alle andere factoren die een rol spelen in uw leven. Ik ben Nicole Berkers, verpleegkundig specialist in opleiding bij het IBD Trial Bureau. Wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is ontzettend belangrijk. Het draagt bij aan het beter begrijpen van de ziekte en aan de ontwikkeling van vernieuwde behandelingen. In het Amsterdam UMC draait het om u als patiënt. En om die reden willen wij een zo divers mogelijk aanbod aanbieden als behandeling van uw ziekte. Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek kan voor u als patiënt die extra mogelijkheid betekenen. Hierbij wil ik graag het IBD-chirurgie-team uit het Amsterdam UMC aan u voorstellen. Mijn naam is Christiane Buskens. Ik ben gespecialiseerd in perianale fistels bij de ziekte van Crohn en idiosecale secties. Daarnaast doe ik veel onderzoek, onder andere naar de waarde van de appendectomie, het verwijderen van de blinde darm bij colitis ulcerosa, om te kijken of dit de ziekte gunstig kan beïnvloeden. Mijn naam is Roel Hompes, colorectaal chirurg die opgeleid is in Leuven in België en daarna via Oxford hier in Amsterdam is terechtgekomen. En ik hou mij vooral bezig met de complexe IBD-chirurgie, waarbij één van mijn aandachtspunten is om dit op een minimaal invasieve manier te verrichten, dus met zo klein mogelijke incisies, zodanig dat er een snel herstel kan plaatsvinden. Ja, ik ben Willem Beelman. Ik ben inmiddels al 25 jaar colorectaal chirurg en heb in mijn carrière toegelegd op de behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten. Eerst 4 jaar in Leiden en vervolgens de rest van mijn carrière hier in het AMC. En net als Roel Hompes ben ik gespecialiseerd in een minimaal invasieve benadering van patiënten met IBD. Dus met kleine sneetjes, behoud van cosmetiek en buikwand en vooral ook de complexe chirurgie. En met dit team hopen wij er voor u te zijn. Wel, dank u zeer aan alle stafleden om deze mooie bijdrage in te spreken. We gaan, de pauze is voorbij. We gaan naar een erg interessant en veel bevraagd onderwerp, namelijk corona. Hoe kan het ook anders? We moesten het er vandaag over hebben. En gelukkig hebben we een van de Amsterdam UMC specialisten op dat vlak kunnen verleiden om voor ons een praatje te geven, dokter Bram Goorhuis van de dienst infectieziekten, inwendige geneeskunde van Amsterdam, UMC. En Bram is al jarenlang bezig met virale infecties, maar vooral ook met vaccinaties tegen die infecties. Dus nu is de tijd om daar alles over te weten te komen. Corona en IBD, risico's, verschijnselen en vaccinaties. Bram, ik hoop dat je mij kan horen, want we gaan u zo dadelijk live in de uitzending brengen. Dank u om dit voor ons te willen doen. Oké, dankjewel Geert. Kan ik mijn scherm al delen? Nee, dat kan niet. Dat is uitgeschakeld. Kijk even naar drie. Nu lukt er wel wat. Ja, Bram is
buiten de studio, dus dat is even een kleine hobbel, maar dat komt zeker goed. Volgens mij is het zichtbaar nu. Mijn naam is Bram Goorhuis. Ik ben internist, gespecialiseerd in infectieziekten. En ik ben het afgelopen jaar de coördinator geweest van de corona-unit. En in die hoedanigheid heb ik de afgelopen jaar vele mensen met COVID opgenomen zien worden. En tot mijn grote vreugde kan ik melden dat we afgelopen vrijdag onze COVID-unit hebben gesloten. Dat wil zeggen de cohortafdeling hebben gesloten. Er zijn nog wel een paar mensen opgenomen, maar gelukkig zijn het er nu zo weinig dat we geen aparte afdeling meer nodig hebben. Dus daar zijn we allemaal enorm opgelucht over. Ik wilde u wat vertellen over corona. Daar hebben jullie natuurlijk al veel over gehoord in de media. En ook over vaccinaties en de risico's daarvan. Eerst even over corona zelf. Eerst wil ik even iets over COVID-units vertellen. We hebben het afgelopen jaar, dus het is 2020, 2021, hebben we 1500 mensen opgenomen vanwege COVID-19. En van deze 1500 mensen die opgenomen zijn, is 20% overleden op de afdeling. En 16% is opgenomen vanaf de afdeling op de intensive care. Dus dat zijn hele indrukwekkende getallen. En hoe komt het nou dat mensen met COVID daar zo ziek van worden? Nou, dat zie je eigenlijk op dit plaatje, het rechterplaatje. Zijn een paar doorsneden te zien van longen die zijn aangedaan door het coronavirus. En u kunt zich voorstellen dat iemand met zulke longbeschadigingen moeite heeft om voldoende zuurstof binnen te krijgen met de ademhaling. En dat is ook de reden waarom deze mensen, zoals op het linkerplaatje te zien is, met hoge doseringen zuurstof, eigenlijk met heel veel flow, moet dat toegediend worden om te zorgen dat de gezonde delen van de longen toch voldoende zuurstof kunnen uitwisselen. Nou, we zijn gelukkig wel beter geworden in de behandeling van COVID. Want toen het net begon hadden we eigenlijk niks behalve zuurstof geven. En inmiddels weten we dat met ontstekingsremmers en met antistolling, omdat er ook veel longembolieën optreden bij COVID. En met twee verschillende soorten ontstekingsremmers, antistolling en soms ook antibiotica, dat de overleving een stuk beter was aan het einde van de periode dan aan het begin ervan. Dus die 20% van patiënten die is overleden is een gemiddelde. En dat was aan het begin van de epidemie, was dat sterftecijfer hoger dan aan het einde. De risicogroepen voor COVID-19, voor ernstige COVID-19, want iedereen kan het krijgen, van kind tot 100-jarige, maar niet iedereen wordt er even ziek van. En er zijn risicogroepen voor ernstige ziekten, dat wil zeggen coronavirusinfectie die zo ernstig is dat je erdoor opgenomen moet worden. En dat is hogere leeftijd, dus boven de 70 jaar. Mensen met zeer ernstig overgewicht en mensen met met suikerziekte die niet goed onder controle is. Daarnaast onderliggende ziektes zoals chronische long- en luchtwegproblemen, chronische hartaandoeningen, nierziekten, met name mensen die aan de dialyse zijn. Mensen met leverziekten en ook mensen met een verminderde weerstand. Nou, die verminderde weerstand, ja, iedereen denkt wel eens van ja, mijn weerstand is misschien wel verminderd, maar daar wordt echt in de medische wereld wel iets specifieker wat mee bedoeld. Met verminderde weerstand bedoelen we mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of een stamceltransplantatie. Of mensen die recent chemotherapie hebben gekregen. Mensen met een aangeboren afweerstoornis. Of mensen die vanwege een onderliggende auto-immuunziekte afweeronderdrukkende medicatie gebruiken. En dat zijn natuurlijk ook veel mensen met IBD gebruiken dit soort middelen. En ook daarmee wordt de weerstand onderdrukt en wordt dus het risico op een ernstig verloop van COVID hoger. Nou, en waarom is dat risico op een ernstige COVID nou precies verhoogd? Nou, dat heeft te maken met
met de klaring van het virus. Om het virus kwijt te raken heb je je afweersysteem nodig. En als je het afweersysteem remt, dan blijft het virus langer aanwezig in het lichaam. En kan het dus ernstigere schade veroorzaken. En dat is de reden waarom bij deze mensen vaak ernstiger ziek worden. Ik ben zelf een beetje aan het hoesten, maar dat heeft een andere reden, denk ik. Want ik ben als zorgverlener een tijdje geleden gevaccineerd. Nou, dat vaccineren is dus heel belangrijk. We kunnen mensen, we hebben gelukkig een COVID-vaccin. Het is ongelooflijk snel gegaan. Misschien herinnert u zich nog dat in januari 2020 voor het eerst melding werd gemaakt van een gekke longontsteking in China. En we zijn nu anderhalf jaar verder en inmiddels hebben we meerdere vaccins. En hebben we een hele pandemie gaande en die in Nederland gelukkig nu aan het verbeteren is. Het probleem van vaccineren is dat juist degene die het liefst goed wil beschermen, namelijk de mensen met verminderde afweer, dat ook degene zijn die, bij wie de vaccins het minst goed werken. Dus juist degene die het meest gebaat zijn bij een vaccinatie, worden door die vaccinatie het minst goed beschermd. En dat krijg je dan af en toe, dit is het frustrerende gevoel wat af en toe daarbij kan optreden. Dat je het idee hebt dat je een raket op een oceaan afvuurt en je afvraagt of het heel zinvol is om, met name als de afweer echt ernstig gestoord is, om dan te vaccineren. Nou, wat weten we over vaccinaties bij IBD? Gelukkig is het niet zo. Dat we helemaal in den blinde zijn, want we hebben ook binnen onze vakgroep de afgelopen jaren behoorlijk wat onderzoek gedaan naar de werking van vaccins met mensen bij IBD. En daar wilde ik even een paar dingen van laten zien. Hier, dit is een studie, ik ga daar niet heel erg diep op in, want daar is geen tijd voor. Maar dit is een studie waarin we hebben gekeken naar de werking van pneumokokkenvaccin. Dat is een vaccin tegen longontsteking. Alle mensen met IBD moeten in principe tegen pneumokokken worden gevaccineerd. Omdat ze een hoger risico hebben op deze longontsteking. En we hebben dus gekeken hoe dat vaccin werkt. En nou ja, de werking tegen een pneumokokkenvaccin zegt misschien ook wel iets over de werking van een coronavaccin. En in deze studie zien we, hier zie je, ik wou even focussen op, op de linker vier kolommetjes, waaronder all serotypes staat. Dat zijn dus alle typen van pneumokokken. Pneumokokken zijn bacteriën, daar heb je 200 verschillende varianten van. En we hebben een vaccin tegen de 23 meest voorkomende varianten. En we kunnen dus de antistoffen tegen die varianten meten na vaccinatie. En wat je ziet in het zwarte balkje, dat zijn gezonde IBD'ers die geen afweeronderdrukkende medicatie gebruiken. Daar werkt het vaccin heel goed bij 80% van de mensen. En bij de mensen die dubbele immuunsuppressieve medicatie gebruiken, een combinatie, dus het staat in het blauw aangegeven, daar is de respons het slechtste. En dan heb je in het rood, in het geel, daar staan de TNF-alpha-blokkers en de conventionele middelen aangegeven. En dan zie je dus dat met die immuunsuppressiva dat de werking van die vaccins minder is, maar zeker niet afwezig. Hè. Dus 50%, 60%, 70% is die werkzaamheid. Nou, een pneumokok is een bacterie. COVID is een virus. Dus een andere vraag is van, ja god, een vaccin tegen een bacterie. Hoe zit het dan bij virussen? Nou, hepatitis A-virus is een bekend en veel voorkomend virus, met name als je op reis gaat. En ook daar hebben we gekeken, hoe goed werkt dat vaccin nou bij mensen met een onderdrukte afweer? En wat je hier in dit plaatje ziet, daar zie je een grote groep mensen bovenaan, daar staat TNF-alpha-remmer. Dit zijn vier studies en dan zie je dat vaccin over het algemeen toch nog best wel goed werkt in die patiëntengroep. Hè, de 70-80%. En de conventional immunomodulators, die staan eronder, daar doet het ook best wel goed. Ja, dus op zich, het is iets minder goed dan bij mensen zonder deze middelen, maar zeker niet om nou direct over te wanhopen. Wat is nou belangrijk bij vaccineren als er sprake is van een afweerstoornis? Nou, dat is timing. We weten dus dat vaccineren onder immuunsuppressie, dat redelijk werkt. En als het mogelijk is, is het natuurlijk goed om te vaccineren voordat je met afweeronderdrukkende middelen start. En als dat niet mogelijk is, dan is het eigenlijk belangrijk om een titer te meten.
En op dit moment lopen er in Nederland een aantal grote studies die kijken naar de werking van COVID-vaccinatie bij mensen met afweerstoornissen, ook mensen met IBD. En daar worden dus de vaccinatieresponsen gemeten. En we verwachten dus ook dat degenen die onvoldoende reageren, dat die een extra vaccin aangeboden zullen krijgen. Om daarmee hopelijk de afweer toch beter omhoog te krijgen. En ook daarvan is onderzoek dat dat goed kan werken. Nou, dit is die studie. Ik ben zelf betrokken bij een studie met hematologische patiënten. Dit is de Target 2B-studie en die kijkt naar mensen met auto-immuunziektes. En daar vallen ook mensen met IBD onder. En daarvan gaan resultaten binnenkort binnenkomen. Dus dat is ook vanuit het Amsterdam UMC wordt dat gedaan. En ook een aantal andere centra in Nederland, zoals het in Maastricht, het Groningen en het Erasmus. Nou, die derde prik. Dat is nu de grote vraag. Hè. Gisteren heb ik daar ook in het nieuws wat over gezegd. Toevallig, dat was niet gepland voor deze bijeenkomst. Maar we verwachten toch wel dat degenen die een afgenomen respons hebben. Want je kan op een vaccin, dit is al de laatste slide. Dat is mooi, dan is er nog tijd voor een paar vragen zo. En dus bij mensen met een afgenomen afweer kan je... Er kunnen twee dingen gebeuren. Het kan ofwel zijn dat je helemaal niet reageert. Maar het kan ook zo zijn dat er wel een reactie is, maar dat die reactie minder is dan bij gezonde mensen. En als die reactie minder is, dan kan je ook voorstellen dat de antistoffen, die dan minder hoog zijn, dat die ook sneller onder de beschermende limiet zijn gedaald. En dan kan een boostervaccinatie ook zinvol zijn. Hier wou ik het even bij laten. Dus ik ga even naar de vragen toe, want ik zie dat er een aantal zijn. Ik ga even boven beginnen. Is het wellicht verstandig om tijdelijk te stoppen met bijvoorbeeld tofacitinib in het belang van vaccinatie? Nou, ik denk dat het een belangrijk antwoord op deze vraag is de groepsimmuniteit. Dus iedereen die wordt gevaccineerd buiten jezelf, die... Dat is ook in het belang van jezelf. Als op een gegeven moment iedereen om je heen beschermd bent, ben je zelf ook beschermd. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om niet een behandeling voor IBD te onderbreken als dat tot nadeel leidt. Dat soort dingen moet je alleen maar doen als je in een stabiele situatie zit. En je hebt tijd om een immunosuppressiva een tijdje te stoppen. En dat moet in overleg met de behandelaar, de MDL-arts. Geert, ik zag je net. Ik ga maar even met de vragen door. Als je me wil onderbreken, dan... Dan merk ik het. De tweede vraag die ik lees is... ik heb ergens gelezen dat een vaccinatie het beste tussen twee giften van het infuus, biological, gegeven kan worden. Week 3 of 4, klopt dit? In het algemeen is het zo dat een vaccinatie... het duurt ongeveer 2 weken voordat je een goede afweerreactie opbouwt. En je wil die afweerreactie zo min mogelijk remmen. Dat is aan de ene kant zo. En aan de andere kant wil je ook liefst niet vaccineren op het moment dat de piek van de afweeronderdrukkende medicatie het hoogst is. Dus als je precies tussen die twee giften in zit, dan heb je eigenlijk het beste van twee werelden. Dus dat klopt inderdaad. Je kan het beste daar dan tussenin gaan zitten. De volgende vraag is, kunnen nu ook al vragen of er genoeg antistoffen zijn? Ik begrijp deze vraag niet helemaal, maar ik denk... of het nu al duidelijk is of er genoeg antistoffen zijn. Wat er uit die studies gaat komen, die er nu lopen, is een soort globaal antwoord hoe verschillende groepen mensen op de vaccinatie reageren. Dus dat zal bekend worden. Hè. Dus straks weten we bijvoorbeeld dat mensen met IBD die een TNF-alpha-remmer gebruiken, gemiddeld een respons van misschien wel 80% hebben. En daar zal dan een beleid op gemaakt gaan worden. Maar die uitslagen die hebben we nog niet en die zullen binnenkort hopelijk bekend zijn. Nou, er zijn best wel veel vragen. Ik denk niet dat ik ze allemaal kan beantwoorden. Dus zal ik nog even doorgaan? Of, Ja, zeker. Maar kan hij mij horen? Ja, ik kan je mij horen, Bram? Ja, zeker. Wat we nu wel bijna dagelijks krijgen, is de vraag van... ik ben nu gevaccineerd. Moet ik nu mijn titer laten meten? Heeft dat zin? Dat is voor ons operationeel niet zo eenvoudig. Wat raad jij aan? Ja, die... De eerste resultaten van deze Target2B-studie die ik net noemde, die zullen niet heel lang op zich laten wachten. Dus ik hoop dat we weten het gewoon op dit moment niet zo goed.
Het COVID-vaccin is behoorlijk immunogeen, dus dat wil zeggen dat het een goede afweerreactie opwekt bij gezonde mensen. En in welke mate het verminderd is bij mensen met een gestoorde afweer weten we gewoon nog niet zo goed. Dus dit is een heel lastig te beantwoorden vraag. Maar wat in ieder geval heel geruststellend is, is dat we zitten inmiddels in Nederland op 60% immuniteit in de Nederlandse bevolking. Hè. Dus dat is door vaccinatie en door doorgemaakt COVID. En als we op 67% zitten, en ik heb van Hans Saaier van het Sanquin begrepen dat er elke week ongeveer, of elke dag ongeveer 1% immuniteit bij komt, dan zitten we dus bijna aan groepsimmuniteit in Nederland. En dan zijn ook degenen die niet zo goed beschermd zijn door het vaccin zelf, door die groepsimmuniteit ook goed beschermd. En daarmee hebben we ook meer tijd om de antwoorden van deze studies af te wachten. Ja, men vraagt ook of er in verhouding meer patiënten op de IC terechtgekomen zijn die immuunsuppressieve medicijnen gebruiken. Ja, wereldwijd wel. Wereldwijd is dat zo. Ik moet zeggen, mijn persoonlijke ervaring op de COVID unit in het AMC, ik heb veel patiënten met COVID gezien, is dat ik heb zeker niet een overmaat aan patiënten met IBD gezien. Dus ik heb het idee dat de mate van gestoorde afweer bij IBD-patiënten relatief wel meevalt. En dat betekent dat je een hele grote groep mensen nodig hebt om dat echt te zien. En in die 1500 patiënten die wij hebben opgenomen, is dat patroon niet heel duidelijk naar boven gekomen. Ja, er is een internationale register dat bekeken heeft bij IBD-patiënten, waar wij ook aan deel hebben genomen. En er zijn nu 20.000 patiënten zitten erin of zo. En de risicofactoren voor opname en ook complicaties waren eigenlijk prednisonedosissen hoger dan 20 milligram. En dan natuurlijk hoge leeftijd, ja, dat weten we al. Ja. Maar geen van de andere medicijnen gaven eigenlijk een verhoogd risico. Dus dat was wel, het is wel redelijk gunstig nieuws, toch? Ja, zeker. Ja. En wat er ook wordt gevraagd is of je zieker wordt van het vaccin als je immuunsuppressie gebruikt. Nee, dat is wel een goede vraag hoor. Die vraag komt veel. Het COVID-vaccin, alle COVID-vaccins zijn geïnactiveerde vaccins. Dus het zijn niet levend verzwakte vaccins zoals het mazelenvaccin en het gele koortsvaccin, waar je dus mazelen of gele koorts van kan krijgen bij gestoorde afweer. Dat is bij dit vaccin niet zo. Dus het gevaar is vooral dat de vaccinatie niet goed werkt, omdat de afweer niet goed werkt. Maar het is niet zo dat er meer bijwerkingen zijn of dat het vaccin gevaarlijker is. Ja, want wat er ook wordt gevraagd is of er een verschil is tussen de verschillende vaccinaties. Hè? Want je hebt dus 3 of 4 vaccinaties. Ja. Moeten IBD-patiënten, als dat mogelijk is, vragen naar een bepaald vaccin? Of is het gewoon allemaal goed? Kijk, in een ideale wereld waarin alle vaccins in overmaat aanwezig zijn, zou ik een voorkeur hebben voor een mRNA-vaccin, dus Pfizer of Moderna, omdat die in de studies de beste afweerreactie laten zien. Alleen, we leven nu niet in die ideale wereld. Er is schaarste aan vaccins. En wat nog veel gevaarlijker is, is wachten met vaccinatie. Want als je een week of 2 weken wacht met een vaccinatie, welke dan ook, kan je in die tussentijd COVID krijgen. Dus op dit moment zou mijn advies zijn, elke vaccin wat aangeboden wordt, dat moet je nemen. En dat is eigenlijk de beste weg. En straks, als de schaarste aan vaccins over is en er is keuze in overvloed, dan zou ik een voorkeur hebben voor een mRNA-vaccin. En tegen die tijd is dan ook bekend of je goed gereageerd hebt op de vaccinatie, welke dan ook die je hebt gekregen. Ja, want wat wel leuk is, wat onder andere in het Target2B-project zit, is dat je dus antilichamen kan meten in een vingerprik, hè? In een vingerprik van bloed. Dus je hoeft geen buis meer naar het lab te sturen, maar je weet eigenlijk, veronderstel ik dan dadelijk of je antilichamen hebt of niet? Ja, ik weet even niet. Ik weet zelf niet precies hoe snel dat gaat. Maar dit is een immunologische slimmigheid uit het lab van Taco Kuipers. Ja. Iemand vraagt nog, dat is de laatste vraag, of hij ook had moeten opgeroepen worden voor een pneumokokkenvaccin in deze pandemie. Nou, we zien dat het aantal pneumokokkeninfecties behoorlijk is afgenomen tijdens de COVID-pandemie. Ook door de sociale afstand. Hè. Dus die bacterie wordt ook van mens op mens overgedragen. Dus er is in het algemeen een indicatie voor pneumokokkenvaccinatie. En die gaat ook zeker weer belangrijk worden als we allemaal weer vrij gaan bewegen.
Maar we hebben nauwelijks pneumokokkeninfecties gezien het afgelopen jaar. Dat is best wel bijzonder. Ja, mooi toch? Dan hadden we plek op IC voor COVID-patiënten. Ja. Ja. Maar ik ga je hartelijk danken voor deze heldere uiteenzetting. Ik denk dat de patiënten er erg van genoten hebben en wijzer van zijn geworden. Ook vooral van een stukje vragen wat we hebben kunnen doen. We zijn je erg dankbaar als IBD-groep en we zien je ongetwijfeld nog terug. Fijne avond. Ja, oké. Okay. Ja, hetzelfde. Dag. Oké, dus dat brengt me bij het ene laatste praatje voor vanavond. En we gaan het nu hebben over de nieuwe medicijnen die gaan beschikbaar komen voor colitis ulcerosa. Enkel voor colitis ulcerosa. Morgen gaan we het hebben over de ziekte van Crohn. En wat is er eigenlijk te verwachten aan de horizon? Het probleem is een beetje dat nieuw medicijnontwikkeling duurt lang en is erg duur. Ik schrijf onderaan 10 jaar, 1 miljard euro, dat is het ongeveer. En om sneller te gaan moet je al een bijzonder goede reden hebben. Bijvoorbeeld dat er geen medicijnen zijn voor een bepaalde indicatie. Hè? En een medicijn ontwikkelen, gaat vanzelf vooruit, dat is niet de bedoeling, gaat in verschillende stappen. Je hebt dus eerst een stap voor een medicijn aan een mens wordt toegediend, aan een zieke, ga je dus diermodellen onderzoeken. Hè, dat heet preklinisch onderzoek. Dan gaan we naar medicijn toedienen aan gezonde vrijwilligers. Dat iets gebeurt in gespecialiseerde units, hè, fase 1 units. Gaan we uiteindelijk naar fase 2, worden meestal 150 tot 200 patiënten behandeld met verschillende dosissen. En fase 3 is de laatste fase, meestal meer dan 1000 patiënten, vooraleer een medicijn kan worden geregistreerd. Ja, er zijn wat uitdagingen aan medicijnonderzoek wat moet leiden tot goedkeuring van een medicijn. Eerst en vooral de eindpunten, hè, wanneer een behandeling gelukt is, dat bepalen we niet zelf. Dat bepaalt de overheid. We hebben daar in Europa EMA voor. Die hebben dat ook gedaan voor de vaccinaties. In Amerika is dat FDA. En daar kunnen we niet van loskomen. Er wordt bepaald dat er een inductiefase is aan een klinische trial. En een onderhoudsfase die langer duurt, 1 of 2 jaar. En er wordt ook bepaald dat er een placebo-groep noodzakelijk is. Dus dat patiënten nepmedicijn krijgen. En we proberen die groep zo klein mogelijk te maken. Maar we kunnen echt niet zonder. Dan moeten we natuurlijk niet alleen naar klachten kijken, naar symptomen, maar moeten we ook herhaaldelijk scopieën doen. Colonoscopieën of beperkte scopieën, endoscopieën, om te kijken of het medicijn werkt. En dan moeten dikwijls ook hapjes genomen worden. En dan tenslotte moeten alle andere medicijnen die patiënten nemen, mogen niet veranderd worden gedurende de duur van meestal de eerste fase, later kan dat wel. Maar dus dat is best lastig als je prednisone niet mag veranderen, als je loperamide niet mag nemen en dergelijke meer. Dus dat zijn allemaal uitdagingen, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de arts die eigenlijk zijn patiënt zo goed mogelijk wil verzorgen en helpen. Ik moet u een moeilijk plaatje tonen, omdat het ontwikkelen van nieuwe medicijnen hangt natuurlijk samen met een begrip over hoe de ziekte werkt en tot stand komt. En je ziet hier een plaatje van de binnenkant van de darm eigenlijk in blauw. En dat noemen we het lumen. En dan wat er gebeurt in het slijmvlies van de darm daaronder. En dus wat er gebeurt is dat dus stofjes, meestal bacteriën, door de darmwand doordringen. En dat die dan worden aangeboden aan het immuunsysteem van de darm. En allerlei cellen worden dan wakker, beginnen te vermenigvuldigen en beginnen stofjes te maken, wat we ontstekingsstofjes noemen, of cytokines. Je kan daar een heel aantal van die dingen zien staan en daar gaan we niet in details over. En dan worden die ontstekingscellen die worden dan afgevoerd via het lymfevatsysteem. He, dus niet via de bloedvaten, maar via het lymfevatsysteem. Dat zie je rechts. Rechts zie je een lymfknoop, dat rond blauwe ding. He. En zo worden vooral de kleine ontstekingscellen afgevoerd, uiteindelijk terug naar de bloedvaten. He. En zo krijg je dus een cirkel van het slijmvlies naar de lymfevaten en via de bloedvaten terug naar de darm. En dan heb je van binnen in die ontstekingscellen gebeurt er ook nog allerlei wat er geactiveerd wordt wanneer er een ontsteking tot stand komt. En al die uitsteeksels die je daar ziet aan de buitenkant van de cel, dat noemen we receptoren. En wanneer stofjes van buiten daaraan gaan binden, dan krijg je in de cel
ofwel een toename van ontsteking, ofwel als we medicijnen geven, een blokkeren van ontsteking. Dus werkelijk in het binnenste van de celkern. En hier zie je in grote groepen, en opnieuw, we gaan niet in details gaan, de medicijnen die ontwikkeld zijn tegen al die stofjes. Eerst tegen TNF, wat een van de belangrijke stofjes is, of was, maar toch nog, waar we antilichamen tegen gemaakt hebben. Dat is dan adalimumab, meestal Humira, of golimumab, of infliximab, Remicade, Remsima, Inflectra, al die middelen die de laatste jaren ontwikkeld zijn als biosimilars, heet dat dan. En die zijn allemaal gericht tegen TNF. En die hebben het goed gedaan voor 25 jaar, maar we botsen nu toch een beetje op de grenzen van de mogelijkheden van die klasse medicijnen. En dan zie je andere klasses die nieuw zijn en die bijvoorbeeld ontstekingscellen gaan vasthouden in de lymfknopen. Dat noemen we S1P-blokkers en die houden ontstekingscellen vast in de lymfknopen zodanig dat ze niet terug kunnen keren naar het bloed en naar de darmwand. En daar hebben we nog geen medicijnen van, maar die komen er heel binnenkort aan, waarschijnlijk nog aan het einde van dit jaar. En dan de stofjes die werkelijk in de celkern, of binnen in de cel werken. En dat noemt men vaak de JAK-inhibitoren, die dus heel dat mechanisme van ontsteking gaan stilleggen. En daar zijn ook een aantal nieuwe medicijnen mee in ontwikkeling. Ik ga maar een paar voorbeelden geven. Dus eerst de klasse van de S1P-receptorblokkers. En sorry, daar is geen behoorlijk Nederlands woord voor, maar je ziet dus een lymfeknoop afgebeeld, lymfnoot. En die ontstekingscellen, dat zijn dan T-cellen, T-cells. Hè. En die worden naar buiten getrokken door die gele stofjes die je daar ziet. Hè. En dat zijn de S1P-moleculen. En die S1P-moleculen die kan je blokkeren. Als je die blokkeert met een medicijn, een pilletje, hè, dan gaat de trafiek van die lymfocyten, van die T-cellen, vanuit die lymfeknoop terug naar de darm, wordt stilgelegd. Okay? Dus een medicijn wat al goedgekeurd is voor multiple sclerose, want hetzelfde gebeurt in feite in de hersenen. Het medicijn heet Zeposia of Ozanimod, is in feite de generieke naam. Hè? En is nu aangetoond dat het erg goed werkt voor colitis ulcerosa. En nu zijn we bezig met het te testen bij de ziekte van Crohn. Een tweede stofje heet Etrasimod, dat heeft nog geen merknaam, maar Ozanimod of Zeposia zal vermoedelijk worden goedgekeurd dit jaar door de EMA, dus zoals je weet, is die nu in Amsterdam gevestigd. En het voordeel is, dit zijn pilletjes. 1 pilletje per dag, 1 milligram. Wat je neemt en waar je toch effect van ziet binnen de 2 tot 4 weken. En na die opstartfase kan je dus langdurig doorgaan met Zeposia. Het blijkt dat het effect zelden wegvalt over de tijd. Maar je krijgt dus in het bloed wel een vermindering van het aantal T-cellen of lymfocyten, want ze zitten allemaal namelijk in de lymfknopen. Is dat gevaarlijk? Wel, het is eigenlijk gebleken van niet. De enige infectie die je af en toe ziet is een gordelroosinfectie. Daar hebben we inmiddels vaccinaties voor, de Shingrix-vaccinatie. Maar andere infecties, zoals longontsteking of meningitis of zo, worden niet vaker gezien wanneer het T-celaantal in het gewone bloed, in het perifere bloed, vermindert. En dat komt waarschijnlijk omdat andere kritische cellen van de afweer, die worden niet vastgehouden in de lymfeknopen. Bijvoorbeeld natural killer cells, belangrijke cellen, worden niet vastgehouden en die blijven circuleren. En dus daarom is dit zo, vermoedelijk toch een aantrekkelijk middel voor patiënten met colitis ulcerosa en misschien over enkele jaren voor ziekte van Crohn, hoewel we daar nog geen wetenschappelijk bewijs voor hebben. Een tweede stofje wat erg interessant is om iets mee te doen, eigenlijk om te blokkeren, heet interleukine 23. En met name een onderdeeltje van interleukine 23, daar zijn twee grote brokken aan, de P40 en P19, dat zie je daar. En in bruin zie je dus P19, het kleinste stofje. Als je dat blokkeert, dan heb je eigenlijk geen interleukine 23 meer. En wat gebeurt er dan? Wel, al die bacteriën die eraan komen van de buitenwereld en die door de antigen presenterende cellen worden aangeboden aan de ontstekingscellen, dat proces wordt stilgelegd. En we weten al dat dat doeltreffend is bij ziekte van Crohn, bij colitis ulcerosa, met het medicijn Stelara of ustekinumab.
is het oudste van deze klasse, maar ustekinumab blokkeert de P40, niet de P19. En er zijn drie nieuwe middelen die de P19 gaan blokkeren. Je ziet ze daar opgelijst, risankizumab, guselkumab, mirikizumab. En aan het einde van het woord map wil zeggen dat het een antilichaam is. Hè? Dus dat het stofje blokkeert. Voordeel is dat je, ja, vroeger gaven we al maar infusen met antilichamen, hè, zoals infliximab bijvoorbeeld, of Entyvio, vedolizumab. Deze medicijnen zijn echt ontwikkeld. Een paar infusen, maar nadien injecties. En dat is wel handiger, vaak om de 8 weken of om de 12 weken. En wat je hier ziet is een voorstelling van wat recent is naar buiten gekomen, in feite in een soort van persmededeling van AbbVie. En we kijken naar clinical remission, dus dat is remissie, geen klachten meer. Dan zie je dat bijna de helft van de patiënten die dat middel kregen, geen klachten meer hadden wanneer ze behandeld werden met 12 weken van die risankizumab in dit geval. Alle medicijnen die we tot nog toe onderzocht hebben voor de ziekte van Crohn, en dit is niet colitis, maar ziekte van Crohn, had je klinische remissie 35%, 37%. Dit is bijna 50%. Dus het lijkt erop dat we nu toch een stap vooruit zetten in de werkzaamheid van dit soort middelen. En ja, naast Skyrizi, wat er waarschijnlijk volgend jaar aankomt, ga je dus die andere twee middelen, die gaan er ook aankomen, zowel voor de ziekte van Crohn als voor colitis ulcerosa. En dan het derde stofje, het derde groepstofjes eigenlijk, zijn de middelen die van binnen in de cel werken. Je hebt opnieuw de buitenkant van de cel, die witte band met die receptoren erop. Als daar een stofje aankomt en het mechanisme wordt soort van getriggerd, dan krijg je dus een aanmaak van nog meer ontstekingsstoffen. Tenzij je dus met het middel, de JAK-inhibitor, die twee blauwe lijnen, dat je het proces stillegt. En dat kan. We hebben bijvoorbeeld het middel tofacitinib, Xeljanz, een heel aantal patiënten gebruiken dat al voor colitis ulcerosa. Voor ziekte van Crohn werkt het veel minder goed. Maar dat blokkeert dus al die verschillende JAKs. Je hebt JAK1, je hebt JAK2, je hebt JAK3, je hebt TIK2. Die hebben allemaal verschillende functie en vorm. En die Xeljanz die blokkeert zo'n beetje alles, voornamelijk JAK3 en JAK1. Maar we weten dat het een erg doeltreffend middel is. In pilletjes opnieuw voor colitis ulcerosa. De nieuwe middelen zijn meer selectief. Bijvoorbeeld tegen JAK1. Filgotinib en upadacitinib. En hier zie je dus niet NAP aan het einde van het woord, maar INIP. Dat wil zeggen dat het dus kleine stofjes zijn, pilletjes, JAK-inhibitoren. Filgotinib en upadacitinib blokkeren specifiek JAK1. En nog een veel jonger middel blokkeert TIK2. En dat heet nog moeilijker deucravacitinib. Moeilijk om te uitspreken. Hier zie je dus filgotinib. En filgotinib is bijzonder, want dat is een beetje een Nederlands-Belgisch medicijn wat ontwikkeld is door Galapagos. En ik toon u hier de gegevens voor filgotinib bij colitis ulcerosa. Het middel heet Jyseleca en is al geregistreerd voor reumatoïde artritis. Je ziet dat ongeveer hier 37% van de patiënten geen klachten meer hadden na 10 weken behandeling, dus opnieuw klinische remissie, en links zie je placebo, dat was maar bij 11% van de patiënten. Dus dit is ook een middeltje wat vermoedelijk zal goedgekeurd worden aan het einde van het jaar en wat we voor onze colitis patiënten gaan kunnen aanbieden als pilletjes die doeltreffend zijn voor colitis ulcerosa. Er is ook een grote Crohn-studie, maar daar heb ik ook nog geen gegevens van kunnen inzien. En dan de nieuwste stof. De moeilijke stof, het deucravacitinib, die blokkeert TIK2. En wat is interessant aan TIK2? Wel, TIK2 is in feite de pathway, noemen we dat, het mechanisme waardoor interleukine 23 wordt gemaakt. En ik zei u vroeger al dat interleukine 23 blokkeren, dat een heel interessant mechanisme is. Die risankizumab met die 48% remissie, dat is erg veelbelovend voor ziekte van Crohn. Als je TIK2 blokkeert, dan blokkeer je ook interleukine 23. Dus er is veel hoop dat dat mechanisme ook zal doeltreffend zijn voor de ziekte van Crohn en voor colitis ulcerosa. En recent zijn we dus gestart met een onderzoek naar het effect van deucravacitinib, dus die pilletjes, bij patiënten met matige tot ernstig actieve colitis ulcerosa.
Er zijn nog geen gegevens over deucravacitinib bij IBD, maar er zijn wel heel beloftevolle gegevens bij psoriasis. En wat je ziet aan de rechterkant, hè, is verschillende dosissen van die deucravacitinib, die psoriasis, dat heet dan PASI 75, dat wil zeggen 75 van de psoriasisplekken verdwijnen, hè, bij bijna 80% van de patiënten. En daaronder zie je een lichtgekleurd lijntje, dat is Stelara of ustekinumab, dus dat is toch wel minder doeltreffend dan het nieuwere medicijn. Dus ja, we hebben veel hoop dat dit medicijn, wat uiteindelijk een pilletje is, het beter zal doen dan de klassieke middelen. U gaat zich afvragen, ja, heeft dat dan allemaal geen bijwerkingen? Wel, het voordeel van zowel interleukine 23 blokkage als van die deucravacitinib is dat er extreem weinig bijwerkingen gezien zijn tot nog toe. De JAK-inhibitoren daarentegen, die middeltjes die in de cel werken, ja, dat zijn wel voor een stuk immuunonderdrukkende middelen. Bij die patiënten die dat krijgen, zie je wel vaker infecties, zoals bij azathioprine. En opnieuw het vaakst de zosterinfectie. Zoster of gordelroos is de meest vaak voorkomende. Wij noemen dat een opportunistische infectie. Dat is een infectie bij patiënten die immuunonderdrukkers nemen. Dat zie je wel bij de JAK-inhibitoren. Maar interleukine 23 blokkeren, dat lijkt extreem veilig. En ook die S1P-blokkers, die ik daar al vermeld heb, ozanimod en etrasimod, die lijken bijzonder veilig en weinig nevenwerkingen te hebben. Nu is het ook belangrijk dat in de kliniek en in de zorg de doelen van onze behandeling veranderen. We zijn niet zomaar blij als de klachten wat verbeteren. Nee, we willen alle klachten weg. Dat noemen we remissie, verdwijnen van alle klachten. En we willen ook dat patiënten geen prednisone meer moeten nemen. Verdwijnen van de klachten zonder prednisone. Als het even kan met herstel van het slijmvlies, wanneer we kijken met de scope, of ook wanneer we kijken onder de microscoop. En dat heet dan histologisch herstel van het slijmvlies. En we zijn aan het bekijken in hoeverre dat noodzakelijk is om langdurig een gunstig ziektebeloop te hebben. En dat pakken we natuurlijk aan door te kijken in de weefsels. Dus daarom die biobank waar ik al vroeger over vertelde, daar nemen we weefselstukjes, we nemen ontlasting, we nemen bloed van patiënten, we stoppen dat in de biobank en aan het einde, wanneer we weten welke patiënt het goed doet en welke niet op een bepaald medicijn, dan gaan we terug naar die biobank, dan gaan we die weefsels onderzoeken en dan gaan we kijken of er signalen zijn die ons helpen om te voorspellen wie het wel gaat doen en wie het niet gaat doen. En dat is het concept van personalized medicine in het Engels, hè? Dus een soort van gepersonaliseerde geneeskunde. En we hopen in de toekomst daar gebruik te kunnen van maken om van in het begin het juiste middel voor elke individuele patiënt te kunnen kiezen. Dus ja, we krijgen zeker een aantal nieuwe medicijnen, maar we moeten ze vooral slim inzetten. We moeten behandelen tot het behandeldoel is bereikt, hè? Genezing van het slijmvlies, bijscopie, genezing van het slijmvlies onder de microscoop. Juiste keuze van het juiste middel van bij het begin is kritisch, maar we zijn nog echt zoekende hoe we dat beste aanpakken. En natuurlijk de veiligheid van de patiënt, die moet altijd voorop staan. En ik denk dat is het. Ik dank u voor uw vriendelijke aandacht en we gaan kijken of er ondertussen nog vragen zijn aangekomen. Ik zie niet, hoe krijg ik dat ding hier? Kan jij zien of er vragen binnenkomen? Is er iemand? Is er iemand van de techniek om even te helpen? Wat is de toegangscode? Oh, ik zie ze ook daar. De toegangscode van de iPad? Ja, ik moet hem wel hebben. Ja, we hebben even een iPad-probleem. Misschien is de batterij ondertussen leeggelopen. Kan ik de vragen anders op het scherm krijgen? Ja, maar die vragen hebben we al gehad. We moeten even naar beneden scrollen. Het gaat nog altijd over de vaccins. Oké. Helemaal naar beneden. Oké. Zijn de nieuwe JAK-remmers even effectief als tofacitinib? Ja, het antwoord is ja. Het
Het antwoord is ja. Dus het is in die zin beloftevol dat men denkt door selectief JAK1 te blokkeren even goed of beter effecten hebben, maar misschien minder bijwerkingen. En er zijn wat aanwijzingen dat er bijvoorbeeld minder gordelroos zou optreden met de JAK1 selectieve middelen dan met tofacitinib. Maar tofacitinib blijft natuurlijk een erg krachtig middel. Ik lees dat jullie veel doen met gepersonaliseerde medicijnen. In mijn ziekenhuis gebeurt dat niet. Ja, ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat dat toch vooral nog researchprojecten zijn. Hè? Dat er geen gepersonaliseerde geneeskunde gebeurt in de IBD, in de meeste ziekenhuizen, dat is zo. Meestal verzamelen we dus weefsel, dan kijken we achteraf van zijn de verschillen tussen patiënten die het wel doen en die het niet doen. Dus ik mag hier absoluut niet stellen dat dat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is, maar het is echt wel een onderdeel van vele research projecten. En dan vraagt iemand de teratogeniciteit. Hè? Dus dat wil zeggen of een geneesmiddel toxisch is bij iemand die zwanger is voor de foetus. Wel, de JAK-inhibitoren mogen niet gebruikt worden bij zwangere patiënten. Ze zijn mogelijk niet veilig, maar ze zijn vooral niet bestudeerd in die situatie. Antilichamen zijn waarschijnlijk veilig. We hebben gegevens met Stelara, met anti-TNF, met vedolizumab. Dat is waarschijnlijk oké. Maar die kleine moleculen, zoals ozanimod en de JAK-inhibitoren, ja, daar zijn gewoon geen gegevens. Dus dat moeten we op dit ogenblik niet doen. En dan is het niet van belang bij het gebruik van bijvoorbeeld tofacitinib een gordelroos vaccinatie te krijgen. Natuurlijk. Natuurlijk is het van belang. Er is het Shingrix-vaccin, maar dat is nog maar een paar maanden goedgekeurd in Nederland. Het grote probleem is, het is duur. Het kost meer dan €200. En er is op dit ogenblik nog geen vergoeding geregeld. Dus we zijn aan het proberen om de vaccinatie in de soort van de guidelines te krijgen, zodanig dat de verzekeraars uiteindelijk het medicijn gaan vergoeden voor de patiënt. Want ja, het is gordelroos is wel een vervelend gebeuren en kan echt pijnlijk zijn. Dus absoluut, deze persoon heeft helemaal gelijk. En dan, als er iemand 25 jaar klachtenvrij is en dan colitis krijgt, wat is er dan veranderd? Ja, daar liggen wij ook allemaal al vele jaren van wakker, omdat we dat niet snappen. Je hebt patiënten die inderdaad vele jaren rustige ziekten hebben, remissie heet dat dan. Hè? En toch gebeurt er dan plots iets waardoor de ziekte ontsnapt en soms zelfs een operatie moet gebeuren, omdat er niks meer helpt. Zijn dat veranderingen in het microbioom? Weten we niet. Zijn dat veranderingen op DNA-niveau, hè, de manier waarop DNA wordt afgelezen? Zijn dat infecties die daartussendoor lopen? Wij weten het eerlijk gezegd niet, maar we kijken er wel naar met veel interesse en met grote onderzoeksprojecten. En dan de laatste vraag geeft mij een lead naar de volgende spreker. Namelijk, is er al meer bekend over de rol van voeding in relatie tot colitis ulcerosa? Wordt daar studie naar verricht? Wel, voeding bepaalt voor een groot stuk natuurlijk je microbioom, de bacteriën in de darm. Dus het effect van voeding zou wel eens kunnen spelen via veranderingen in het microbioom, maar het kan ook via andere stofjes verlopen. Enfin, ik stel voor dat we eerst luisteren naar de volgende spreker, vooraleer we de vragen daarover behandelen. Wat weten we nu over de goede, en ik veronderstel ook de slechte bacteriën in de darm? Aan het woord komt professor Cyril Poncioen, al jaar en dag staflid in Amsterdam UMC. Hij heeft ongetwijfeld een leuk verhaal. Cyril. Ja, dankjewel voor dit bruggetje en de introductie, Geert. Dit heb ik pas aan het eind nodig, denk ik, hè, voor de vraag. Ja. Ja, fijn dat ik hier ook mag spreken over bacteriën in de darm, over het microbioom. Hier ziet u de indeling van mijn praatje. Ik ga eerst wat achtergrond vertellen. Dan wat klinische ervaring met poeptransplantatie. Dan, wat zijn eigenlijk goede bacteriën? En wat over TURN 2? Dat is het onderzoek waarmee wij proberen meer duidelijkheid te krijgen in de rol van goede en misschien ook wel slechte bacteriën. Nou, wat achtergrond. De bacteriën in je darm, maar ook schimmels en virussen, dat noemen we bij elkaar het microbiome of microbiota. Ook wel darmflora genoemd, maar tegenwoordig spreekt iedereen die vindt dat hij er verstand van heeft van microbiota in plaats van flora. En hier zie je een immunofluorescentiefoto van een dikke darmwand. Twee celletjes, ik kan waarschijnlijk aanwijzen. Ja, of kan dat? Jeetje, het knap.
Hier zie je zo'n cel en daarnaast nog één. Zo'n cel is alles met elkaar 15 micron groot, dus dat is heel erg klein. En in de slijmlaag die die darmcellen bedekt, die hele wand bedekt, daar zie je allemaal kleine gele witte stipjes. Nou, dat zijn bacteriën. Daar heb je er triljoenen van, meer dan 10 tot de 14e. En dat is meer dan het aantal lichaamcellen. Vroeger dachten we 10 keer zoveel, maar dat is niet zo. Het is anderhalf tot twee keer zoveel als dat je lichaamcellen hebt. Dus dat is een belangrijk onderdeel van je lichaam, wat in cohabitatie, coexistentie met het lichaam leeft en je ook nodig hebt. En alles met elkaar is dat ongeveer 1 kilogram. En als je naar het toilet gaat, moet je bedenken dat ongeveer 60% van de droge massa van je ontlasting zijn bacteriën, met name dode bacteriën. Nou, dat geeft te denken als je de volgende keer naar het toilet zou moeten. En wat doen die dan daar en hoe is dat ongeveer verdeeld? Nou, in je maag is dat heel ongunstig voor de meeste bacteriën. Hartstikke zuur en zo. Daar zitten er maar 10 tot 1000 per kubieke milliliter. Of per centiliter moet ik eigenlijk zeggen. In je 12-vingerige darm, een stukje verderop, ongeveer hetzelfde verhaal. Als je dan in het jejunum komt en het ileum, dus de dunne darm, dan is het ongeveer 10.000 tot 10 miljoen. En waar het echt veel wordt, is in je dikke darm. 10 tot de 11e tot 10 tot de 12e colony forming units, CFU's, per milliliter. En waarom zitten die daar? Dat zou bij het volgende tikje van mijn pointer moeten. In de maag, nou ja, doen ze niet zo heel veel, want daar helpen ze een klein beetje mee. Sommigen met voedselvertering, maar nogmaals, dat is een heel ongunstig, heel erg zuur milieu voor bacteriën, dus dat doen ze niet zoveel. 12-vingerige darm, een beetje hetzelfde verhaal, met name ook omdat er heel veel galzouten bij komen, is ook heel erg ongunstig voor bacteriën. In jejunum, dus in de dunne darm, zitten er alweer veel meer. En helpen ze met de opname van calcium, vitamine D en ook produceren ze vitamine A, D, E en K. In het ileum, het laatste stuk van je dunne darm, helpen ze met productie en resorptie van vitamine B12. En in de dikke darm, die vooral bedoeld is om de ontlasting weer in te dikken, om heel veel van het water in de ontlasting weer terug te resorberen voor het lijf, daar maken heel veel bacteriën maken korte keten vetzuren, short chain fatty acids ook al genoemd. En die korte keten vetzuren, en het belangrijkste daarvan is butyraat, die zijn heel belangrijk, want die zijn een energiebron voor het lichaam en met name ook voor die dikke darmcellen zelf. Dus dat waren de benzine waar ze energie uithalen. En verder wordt ook daar vitamine K opgenomen en produceren die bacteriën vitamine K. Nou, hoe weten we nou hoe die bacteriën eruit zien en waar ze ongeveer zitten en wat voor soort bacteriën het zijn? Tot een jaar of 20 geleden konden we dat eigenlijk alleen maar doen met kweken. Petrischaaltje, daar doe je wat ontlasting in en dan kijk je wat voor kolonies er komen en die kun je dan morfologisch bestuderen. Wat voor kleur hebben ze? Hoe is het groeipatroon? En daar kun je dan op een plaatje op plakken en zeggen, oh, dit is een streptokok en oh, dat is een E. coli. Tegenwoordig kunnen we met het DNA van die bacteriën bepalen veel meer verschillende soorten determineren. En dit is een plaatje, dat is alweer uit 2008 van Erwin Zoetendal, waarbij hij eens heeft gekeken hoe is het nou in de recente geschiedenis gegaan met het vinden van nieuwe soorten bacteriën. Nou, met die kweekmethodes was dat heel beperkt. Dat bleef altijd maar een beetje hangen op 400 verschillende soorten. In de laatste jaren komt daar met zogenaamde culturomics, allerlei geavanceerde kweektechnieken wel wat bij. Maar wanneer het heel snel gegaan is, is vanaf ongeveer 2001, toen die DNA-technieken beschikbaar zijn gekomen, waarbij je dus het specifieke DNA van bacteriën kunt bestuderen. En dan kom je nu al op ongeveer 1800 verschillende soorten. En ieder individu, ieder gezond individu, heeft tussen de 300 en de 500 verschillende soorten bacteriën aan boord. Nou, wat klinische ervaring. En dan begin ik altijd met dit plaatje. En er zullen mensen zijn die mij al eerder over poep hebben horen praten. Die kennen dit plaatje al. Waarvoor excuses, maar ik vind het zo'n leuk plaatje dat ik iedere keer maar weer over begin. Die eeuwigdurig kijkende meneer daar op de linkerkant, dat is meneer G. Hong.
En die leefde onder de Dongjin-dynastie in de 4e eeuw na Christus. En die heeft in die tijd een revolutionair artikel geschreven. Heette Zhu Hu Bei Yi Fang. En dat is vrij vertaald Handy Therapy for Emergencies. Oftewel het handboek voor de EHBO-liefhebber. En dan beschrijft hij alle interessante dingen. En een van de dingen die hij beschrijft is, als je nou chronische diarree hebt, dan moet je de gezonde ontlasting van je buurman eten, dan gaat het over. En dat is de eerste geschreven account over fetustransplantatie. Nou, er is een hele tijd niks gebeurd. En in de 20e eeuw zijn we heel erg ver gekomen met het doen van fetustransplantatie bij mensen met Clostridium difficile infecties. Dat heet tegenwoordig Clostridioides difficile. Wat een soort opportunistische bacterie is die normaal gesproken geen kans krijgt. Maar als mensen heel veel antibiotica gehad moeten hebben en daardoor hun eigen microbiota helemaal is weggemapt en je nog maar een paar soorten hebt, dan kan zo'n Clostridium bacterie zijn kans schoon zien, gaan uitgroeien, een toxine maken en dan kun je heel erg ziek van worden met chronische diarree. Het is zelfs een niet onbelangrijke reden voor sterfte, met name in het ziekenhuis bij oude, fragiele mensen die heel veel antibiotica nodig hebben gehad. En het blijkt dat als je die heel erg uitgedunde, kale microbiota, als je die kunt herstellen met op een eenvoudige manier met een fetustransplantatie, dan gaat die ziekte in één keer over. Nou, dat is inmiddels heeft een vaste plek gekregen in in de behandeling van mensen met dit soort aandoeningen, als antibiotica niet helpen. Voor andere aandoeningen, zoals waar wij het hier vanavond over hebben, inflammatoire darmziekte, colitis ulcerosa en ziekte van Crohn, is nog veel minder bekend. Het eerste voorbeeld wat gepubliceerd is, is deze letter in The Lancet, wat een van de allerbelangrijkste medische tijdschriften is. In 1989 een chirurg die Justin Bennett heette, die zichzelf behandeld heeft met fetustransplantatie via klisma's en daarmee in ieder geval gedurende tenminste 6 maanden helemaal genezen was van de klachten die hij had van de chronische colitis ulcerosa, waar hij al heel veel medicijnen, toen alleen nog bestaande uit prednisonachtige middelen, gebruikte, wat maar niet hielp. En toen heeft hij zichzelf met fetustransplantatie via klisma behandeld en toen was hij 6 maanden tenminste van zijn klachten af. Nou, daarna zijn er meer van dat soort reports gekomen en zijn er uiteindelijk op colitis ulcerosa een 4-tal echt serieuze klinische trials gedaan. Randomized clinical trials heet dat. RCT's, waarvan u hier een zogenaamde forest plot ziet. Dat is een soort samenvatting van de resultaten, waarbij je kunt zien, en dat is dat wiebertje hieronder, pointer die wil niet meer, oh ja, daar is die, wiebertje hieronder, laat zien dat het rechts van de 1 is. De 1 betekent, nou, helemaal geen effect. Onder de 1 is een negatief effect en boven de 1 is een gunstig effect. En dit wiebertje is boven de 1. Wat vooral veroorzaakt wordt door die onderste 3 trials. De bovenste trial, daar was het gemiddelde wel boven de 1, maar dit streepje betekent dat de range toch wel door de 1 heen ging. En dat betekent dat het geen significant verschil was. Dat betrof helaas onze trial van Noortje Rossen, die we gepromoveerd is, turn 1. En we zagen wel een licht positief effect van mensen die behandeld waren met donorontlasting versus mensen die met placebo behandeld waren, maar niet sterk genoeg. Maar we zagen wel iets anders. En die trials samen, die hebben toch geleid tot het concept van, er zijn, als je de bacterieflora, dus de microbiota, kunt verbeteren, kunt herstellen naar een gezonde flora, dan is er kennelijk toch iets goeds gebeurd. En waarom die trials allemaal zijn gestart, zijn onder andere omdat we al wisten dat patiënten met IBD, colitis ulcerosa en Crohn, een veranderde microbiota hebben. Die hebben een veranderde samenstelling van hun bacterie in de darm. En dat noem je onder andere diversiteit. Diversiteit betekent hoeveel verschillende soorten heb je aan boord. Ik zei al, een gezond iemand heeft tussen de 300 en de 500 verschillende soorten aan boord. Maar patiënten met IBD hebben er vaak maar 100 of 150. Dus de diversiteit is minder. En de verdeling
van die bacteriesoorten is ook in disbalans. Heel veel van de een en veel minder van de ander. Maar dat kan heel erg wisselen, dus dat geeft niet een hele duidelijke clue. Verder weten we uit muizenstudies bijvoorbeeld dat als je probeert om muizen een colitis te geven, met allemaal gemene chemische stofjes, dan lukt je dat alleen als die muizen normaal gekoloniseerd zijn met muizenbacteriën. Als je die muizen laat opgroeien in een bacterievrije omgeving, dus dat ze eigenlijk een steriele darm hebben, en wat je ook doet, dan kun je ze geen colitis bezorgen. Nou, dat zijn allemaal aanwijzingen dat de microbiota, dus je bacteriën in je darm, wel degelijk een belangrijke rol spelen. Maar we weten nog steeds niet of het nou de kip is of het ei. Geeft die veranderde darmflora nu ontsteking? Of heb je eerst ontsteking, colitis ulcerosa, door wat voor reden dan ook, en verandert daardoor je darmflora en meten we dat? Nou, om daar wat verder in te komen, zijn al die studies die ik net beschreef, die vier studies, die zijn natuurlijk gaan kijken wat is er nou gebeurd in de patiënten die goed reageerden op de behandeling met donorontlasting versus de patiënten die niet goed reageerden op die donorontlasting versus de patiënten die hun eigen ontlasting terugkregen, placebo, of die een waterklisma kregen in een van de andere studies. En dit is een plaatje van onze studie waarbij we specifiek hebben gekeken naar de responders, dus de mensen die het heel goed deden, versus de mensen die het niet goed deden. En hier zie je eigenlijk een uitsnede daarvan. Dit noem je een redundancy analysis. Dan mag je meteen vergeten wat dat is. Maar in ieder geval is dat grote vierkant is een soort verdeling van alle bacteriën in de darm. In vier groepen, in vier kwadranten. Die zie je hier. En het gunstige kwadrant, waar je er vooral veel van wil hebben als je wil doorgaan voor een gezond iemand, dat is dit kwadrant. En je ziet ook dat de meeste kruisjes, dat is de globale samenstelling van de darmbacteriën in de gezonde, die zitten allemaal in de richting of in de buurt van dat gunstige kwadrant. De rondjes zijn de patiënten die donorontlasting hebben gekregen en die het goed deden. En je ziet dat die allemaal deze kant op gingen na 12 weken, na de behandeling, dus richting hun respectievelijke donoren. En dat geeft dus een indruk, een idee van als je maar in staat bent om dit soort bacteriën die in dit gunstige kwadrant zitten, en dan heb je allerlei Clostridium clusters waarvan ik niet zo in detail zal spreken, dan herstel je die flora richting een gezonde flora en heb je dus kans dat je in remissie komt. De remissie wil zeggen dat de ziekte tot rust komt. Heeft het dan te maken direct met die bacteriën? Moet je bepaalde bacteriën hebben en is dat dan een gezonde situatie en kan het tot rust komen? Of maakt het niet zoveel uit wat voor precieze bacteriesoorten het zijn, maar wat ze met z'n allen maken en wat voor milieu ze creëren in de darm? Nou, daarvoor wil ik graag dit plaatje laten zien. Dat is van het Human Microbiome Project, wat in 2012 in Nature is verschenen. Het is een Amerikaans project. En in het bovenste paneel zie je allemaal spikes, allemaal streepjes. En ieder streepje is één gezond individu. 126 streepjes naast elkaar. En daarnaast zie je in de legenda, zie je allemaal kleurtjes. Dat zijn de belangrijkste hoofdgroepen van bacteriën. Firmicutes zijn heel belangrijk. Bacteriodetes zijn heel belangrijk. En je ziet dat al die mensen hadden een andere verdeling van die samenstelling in die verschillende groepen. Hier waren mensen met heel veel Firmicutes en hier waren mensen met heel veel Bacteriodetes. Terwijl dat allemaal gezonde mensen hadden geen klachten. Dus je kunt kennelijk een heel verschillende samenstelling van allerlei bacteriegroepen hebben en toch een gezond milieu-interieur, zoals we dat dan noemen. Daaronder zie je een ander plaatje en daar zie je weergegeven de functie van allerlei bacteriegroepachtige DNA-samenstellingen. En dan zie je een heel ander beeld, namelijk dat het veel stabieler is. Dat allerlei functies die die bacteriën hebben, wat je kunt aflezen uit hun DNA, is veel constanter. Dus kennelijk is het voor een gezonde flora, gezonde microbiota en een gezond interieur in je darm, is het belangrijk dat je een bepaalde samenstelling hebt die leidt tot een bepaald soort metabole output, oftewel wat voor stofjes maken ze en wat voor invloed heeft dat op je
darmcellen en je ontstekingsmechanismen die daaromheen hangen en eigenlijk rustig moeten blijven. Nou, wij hebben gekeken in de patiënten uit onze vorige trial die het goed deden, die dus langdurig in remissie waren, langdurig ziektevrij waren, versus degene die weer een opvlamming kregen binnen de kortste keren, dat noemen we de relapsers, en ook versus degene die helemaal niet reageerden op de behandeling, hoe het nou zat met de mogelijkheid van al hun bacteriën om dat butyraat, die korte keten vetzuren, te produceren. En dan zie je in deze graph, zie je aan de linkerkant, zie je de hoeveelheid butyraat productiecapaciteit wat de gezonden hadden, de donoren, versus de patiënten. Nou, die patiënten zaten allemaal veel lager. En hier zie je na 12 weken wat er gebeurde met die capaciteit. En dan zie je dat de patiënten die goed reageerden en niet opnieuw weer een terugval hadden, die hadden een veel hogere productiecapaciteit gekregen van dat butyraat. En dat was een aanwijzing, geen bewijs, maar een aanwijzing dat die stof in de verandering van de metabole output van je bacteriesamenstelling een belangrijke rol kon spelen. En dat heeft geleid tot de volgende hypothese, die hier in dit wat ingewikkelde grafiek is weergegeven. Ik zal hem proberen uit te leggen. Als jij colitis hebt, dan heb je over het algemeen een tekort aan een heleboel groepen bacteriën die in staat zijn om onder andere butyraat te maken. Dus je hebt een verminderde butyraatcapaciteit. Als je dan vervolgens een vetstransplantatie krijgt en je krijgt het van een donor die bepaalde bacteriegroepen die niet fijn zijn bij zich heeft en weinig butyraat producerende bacteriën, dan is de kans dat jij gunstig reageert en ook gunstig blijft reageren, die is klein. Oftewel, je bent een non-responder of je relapsed. Dat is Engels voor je valt terug, het komt weer terug, de ziekte. En als je dan kijkt naar de samenstelling van de microbiota, dan zie je dat er vooral veel bacteriodeten en proteobacteriën weer terug zijn gekomen. Als jij in tegenstelling tot een slechte donor een gunstige donor hebt, en dat betekent dus een donor die heel rijk is in die bepaalde groepen bacteriën die butyraat en andere stoffen kunnen produceren, dan heb je veel meer kans dat jij een patiënt bent die gunstig reageert en die ook gunstig blijft reageren. En als je dan helemaal in remissie na een tijdje kijkt van wat is er dan gebeurd met die samenstelling, dan zie je inderdaad dat patiënten die gunstig hebben gereageerd en dat nog steeds doen, dat die heel enorm gegroeid zijn of geklommen zijn in de aantallen bacteriën die in die bepaalde clusters zitten. En die ook dus veel meer butyraat producerende bacteriën bevatten. Nou, waarom was dat nou in die trial die wij gedaan hadden maar zo magertjes en hadden we maar zo weinig patiënten die gunstig reageerden en nog steeds gunstig reageerden? We hebben 6 patiënten die nu al meer dan 6 jaar helemaal klachtenvrij zijn. Nou, hartstikke mooi resultaat, maar wel ten opzichte van al die anderen die we deden veel te weinig om te kunnen zeggen dat je een positieve trial hebt. En hoe kwam dat nou? Nou, dat kan te maken hebben met de manier waarop we die spullen gaven. We gaven ze 2 keer via een slangetje door de neus. En misschien moet je wel het niet alleen door je neus geven, maar ook met een klisma, zoals anderen deden. Misschien moeten we wel veel hoger doseren of vaker doseren. Misschien moeten we wel zorgen dat de eigen microbiota die die patiënten aan boord hadden nog veel beter was weggespoeld. Hè? Bedenk, je hebt ongeveer 1 kilo bacteriën aan boord. En als je daar 100 gram bij doet, dat kun je je voorstellen dat dat een druppel op een groeiende plaat is, als je niet goed bent schoongespoeld. Of is het zo dat we moeten zorgen dat de bacteriën die wij doneren, dat die allemaal zoveel mogelijk nog in leven zijn, zodat ze ook kunnen uitgroeien. En dat butyraat en die andere stofjes waarvan wij nu steeds meer gaan denken dat dat heel gunstig is, dat wordt geproduceerd door allerlei verschillende bacteriën, die clusters die ik net liet zien, maar dat zijn over het algemeen obligaat anaerobe bacteriën. En dat betekent dat ze niet tegen zuurstof kunnen. Als je die met zuurstof in contact laat komen, dan gaan ze meteen dood. En dan kun je ze nog wel transplanteren, maar dan kunnen ze niet meer uitgroeien, heb je er niks aan. En misschien moeten we ook wel
En dat is waar collega Daans net op doelde. Moeten we die mensen ook nog wel een dieet geven, waardoor die gunstige bacteriën, die goede bacteriën, veel makkelijker kunnen uitgroeien en een voordeel hebben. En dat heeft ertoe geleid dat we vanuit die vorige trial nu een nieuwe trial zijn gestart, die nu al ongeveer een jaar loopt. En nog wel een jaar zal lopen ongeveer, waarbij we in plaats van ongeselecteerde donoren zogenaamde superdonoren nemen. Dus we selecteren van tevoren donoren waarvan we hebben uitgevogeld of zij veel van die waarschijnlijk goede bacteriën bij zich hebben. In plaats van 2 keer een vezeltransplantatie krijgen de mensen 4 keer een vezeltransplantatie met klisma's en 2 keer met zo'n slangetje door je neus. En verwerken we die donorontlasting zo anaeroop mogelijk. Dat gaat zo. De donoren die moeten op een toilet gaan zitten met een soort inleg gebeuren. Zoals een potje. Daar doen ze hun ontlasting in. Daar zitten zakjes bij met spul wat het zuurstof wegneemt. Vervolgens gaat er snel een deksel op. Moeten die donoren het zelf aansluiten op een vacuümmachine. Die trekt zoveel mogelijk lucht er nog uit en gaat het vervolgens door naar ons. En wordt die ontlasting verwerkt in een anaeroop kabinet. Daar zit geen zuurstof bij, maar vooral stikstof. En verwerken we dat tot uiteindelijk deze spuiten. Onder andere via deze peperdure Magimix, die je kunt steriliseren. En wordt dat diep gevroren. Om dan uiteindelijk toegediend te worden aan patiënten die loten voor donorontlasting en niet voor placebo. Hier zie je nog het behandelschema. Wil ik eigenlijk niet zo lang bij stilstaan, behalve vertellen dat mensen die donorontlasting hebben gehad en blijken niet gereageerd te hebben na 8 weken. Weer een scopie doen en we zien dat het nog steeds erg is. Die mogen eventueel opnieuw meedoen. Als blijkt dat ze placebo gehad hebben, krijgen ze alsnog donorontlasting. Wie kunnen er meedoen? Nou, je moet natuurlijk actieve ziekte hebben met bij endoscopie ook aantasting van het slijmvlies. Er moet ontsteking te zien zijn. Je mag niet te ziek zijn, dat kun je aflezen aan een zogenaamde Mayo-score. Je moet een calprotectine, dat is de ontstekingswaarde in de ontlasting hebben, die hoger is dan 250. En je moet stabiel zitten in de dosering van je gewone medicijnen die je krijgt. Die moeten ook stabiel blijven. Je mag niet meedoen als je biologicals gebruikt heb in de voorafgaande 8 weken en prednison gebruikt meer dan 15 milligram. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden om deel te mogen doen of niet deel te mogen doen. Wie doen er aan onze kant mee? Wie nemen er deel aan onze kant? Nou, dat zijn niet alleen wij in het Amsterdam UMC, maar ook het UMCG in Groningen, het UMC Utrecht, het Tijdgat Instituut hier, wat heel veel van de translationele research doet. Dus het is dat we gaan kijken van hoe zit het precies met die bacteriën, hoe zit het met de schimmels, hoe zit het met die metabole stofjes. En ook de Universiteit Wageningen doet mee. Nou, ik eindig met een aantal mee naar huis neem boodschappen in goed Nederlands. De rol van de microbiota bij IBD lijkt eerder een tekort aan goede bacteriën dan een teveel aan foute microben, wat we vroeger dachten. Waarschijnlijk zijn het niet zozeer de bepaalde microben zelf, maar wat die met elkaar kunnen maken aan stofjes, wat bepaalt of jij gezond kunt worden in je darmen of niet. En onze volgende trial die moet meer licht laten schijnen op welke goede bacteriën nu essentieel zijn, zodat we uiteindelijk microbiotherapie uit een potje kunnen geven in plaats van uit een wc-pot. En daarmee wou ik met nog 9 seconden u danken voor de aandacht. En kijken we naar een aantal vragen die er wellicht zijn. Dank voor de aandacht. Dankzij, fantastisch. Ik kom even aan de discussietafel staan. Ja, we gaan een beetje over tijd, maar ik denk dat het zo interessant is dat we wel een paar minuten kunnen uitlopen. Ja, een persoonlijke vraag die ik heb, die ik zou willen stellen, is of je denkt of het echt wel mogelijk is om je microbioom soort van langdurig te veranderen. Of dat je lichaam gewoon samenleeft met de bacteriën die het heeft en dat het gewoon onmogelijk is om het
langdurig te veranderen? Ja, dat is een hele goede vraag. En het blijkt uit eerdere studies die hier gedaan zijn in het AMC dat het ook lastig is. En als je één keer een vezeltransplantatie geeft, dan zie je over het algemeen na een week of vier dat die samenstelling weer langzaam verandert naar wat die oorspronkelijk was. Maar als je het maar vaak genoeg geeft, dan blijkt dat toch mogelijk te zijn. En dan refereer ik weer aan die zes patiënten die al de langst geleden in 2011 meegedaan hebben met Turn 1. En die nog steeds in volledige remissie zijn. Die helemaal geen klachten meer hebben. Die geen medicijnen meer gebruiken. Nogmaals, dat waren er maar een paar. Maar bij die krenten uit de pap, om het zo te zeggen, ja, is er toch een definitieve reset gekomen naar een gezonde flora. Natuurlijk moet je ook proberen je dieet wat aan te passen. Dat je meer vezels gaat gebruiken. En dat soort dingen waarvan we weten dat een goede letterlijk voedingsbodem is, ja, voor dat soort bacteriën. Zodat die makkelijker kunnen uitgroeien ten opzichte van anderen. Maar het kan dus wel. Het is moeilijk, maar het kan en wel. En kunnen mensen zich nog aanmelden? Want die vraag is wel relevant. Ja, zeker, dat kan. Dat willen we het liefst natuurlijk via de behandelend arts. Dat staat ook op de website van de Kroonkolitis NL-vereniging dat kan. Alle IBD geïnteresseerde dokters in Nederland die weten dat deze trial loopt. En die kunnen samen met patiënten besluiten van of eventueel iemand geschikt is voor deze behandeling. En die nemen dan contact op met ons en wij nemen dan weer contact op met... Mensen vragen waarom ze niet kunnen deelnemen als ze biologische medicijnen nemen. Ja, dat is omdat het nog steeds een experimentele therapie is. Tot nu toe is hij vrij veilig. We hebben ruim meer dan 500 patiënten in het AMC behandeld voor allerlei aandoeningen met vetstransplantatie. En daar zijn nooit grote ongelukken gebeurd. Maar vanuit een veiligheidsperspectief is ervaring met 500 patiënten nog steeds niet zoveel. En willen we dus mensen die we bacteriën geven waar ze wellicht niet aan gewend zijn, die van een gezonde donor komt en waar ze wellicht nog nooit mee in aanraking zijn geweest, willen we niet te immuun gecompromitteerd hebben. We willen niet dat een immuunapparaat te sterk geremd wordt door die sterke biologicals. Ja. En hetzelfde misschien in verband met antibiotica. Iemand vraagt of antibiotica gebruik zelfs colitis kan uitlokken. Of de darmbacteriën ook. Ja, dat is zo. Er zijn epidemiologische studies van met name uit Denemarken, waar ze daar heel goed in zijn, die hebben laten zien dat het... Dat is ook weer geen bewijs, maar er is wel een associatie, dus een samenhang met eerder doorgemaakte infecties waar dan antibiotica voor gegeven zijn en eventueel het optreden van colitis. Geen heel sterk verband, ja, maar het is er wel en wij willen niet dat de mensen antibiotica hebben gehad, want dan weten we niet meer waar we naar kijken ten aanzien van die flora. Wat ik al zei, als jij antibiotica krijgt, dan ga je zo van 300 verschillende soorten naar 100 of misschien 80. En dan weten we niet wel wat noemen zijn. Dus dezelfde vraag is in de lijn van de probiotica. In Duitsland bijvoorbeeld kan je Mutaflor kopen, dat zijn probiotica. Ja. Doe jij daar iets mee en heeft het waarde? Ja, ik heb dat weggelaten uit de presentatie, want het is een populair onderwerp, ook best een belangrijk onderwerp. Er zijn een paar kleine studies die laten zien dat alleen bij colitis ulcerosa, bij Crohn niet, dat als je ziekte rustig kunt maken met de gewone medicijnen en je geeft daarna bepaalde soorten probiotica, VSL3 en zo, dan zie je een klein effect op het rustig houden van die ziekte. Dus dat is er wel, maar het is heel bescheiden. En de reden dat het zo bescheiden is dat het probiotica preparaat met de hoogste aantallen bacteriën, is VSL3, daar zitten per zakje, zo'n klein suikerzakje, zitten 450 miljard bacteriën. Is niet voor te stellen. Maar vergelijken met die triljoenen bacteriën die je in je darm hebt, is nog steeds maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Ja, dus dat is waarschijnlijk de reden dat zo heel mager effect heeft. Ik ga je nog één vraag stellen, nog één leuke vraag die als laatste is binnengekomen. Maar daarvoor wil ik wel melden aan de toehoorders dat alle vragen zullen beantwoord worden online. En we hebben nu niet de tijd om nog alles te behandelen, maar de komende dagen zullen... Ik en collega's al uw vragen beantwoorden. Hopelijk kan u daar iets mee. En de leuke vraag die binnenkomt is: wat gebeurt er met het microbioom bij een totale colectomie? Ja. Nu sta je met verstomming geslagen. Ja, dat is een hele... Ik zit even te denken of ik daar gegevens van heb. Het is zo dat als je na een totale colectomie de flora probeert te bepalen uit het stoma,
dus uit het ileostoma, dan zie je inderdaad dat die verandert. Niet heel dramatisch. En dat komt omdat de flora in het terminale ilium, als het er nog gewoon in zit, lijkt heel erg op de flora aan de rechterkant van je darm. Dus het verandert wel een beetje, maar niet zoveel. En iets anders is dat we patiënten waarbij de hele darm is verwijderd en die daarna een pouch krijgen, daarvan weten we dat die soms een pouchontsteking kunnen krijgen, pouchitis. En ook dat denken we dat dat te maken heeft met de bacteriële flora. Als je die mensen een antibioticumkuurtje geeft, dan gaat het meestal vrij snel weg. En het lijkt erop alsof dat dus ook weer met die flora te maken heeft. Maar een hele goede analyse van, ziet die flora van die pouch, als die gezond is, er nu anders uit dan de flora van bij mensen die een pouchitis krijgen? En lijkt die laatste dan weer op de flora van mensen die actieve colitis hebben? Hè, toen ze nog wel hun darm hadden, dat weten we nog niet. Oké, dus nog veel reden, Cyril, om nog niet met pensioen te gaan. Pensioen gaat niet met pensioen. Er zijn nog veel te veel vragen te beantwoorden. Helaas. Dames en heren, dank voor uw aandacht en uw aanwezigheid, zij het virtueel. Morgen gaan we weer aan de slag. U krijgt een andere set dokters te zien. Andere onderwerpen, voornamelijk over de ziekte van Crohn. Wij wensen jullie namens Amsterdam UMC nog een heel fijne avond. Tot kijk. Dag.